Goedenavond allemaal. Eerst iedereen thuis, want ik kijk recht naar de camera en dan naar een gevulde zaal. Wat fijn dat jullie allemaal na werktijd hier gekomen zijn voor een deel van de mensen om te praten over hun werk. Mijn naam is Desiree Hoving en ik ben jullie moderator van vanavond. We hebben een spannend debat volgens mij. Ik ben heel benieuwd hoe jullie in de wedstrijd staan. Dat gaan we straks horen. Samen met onze partner van Single Uitgeverijen. Hij broedde al heel lang op een boek. Al 17 jaar, geloof ik. Daarna ging hij met pensioen, liet zich uitschrijven uit het artsenregister. En nu ligt het er. Ik heb het hier. Het boek dat in de medische wereld al veel stof heeft doen opwaaien. De medische omerta. Over zien, horen en zwijgen in het zorgstelsel. En ik ben meteen benieuwd wie in de zaal dit boek al heeft gelezen. Het panel natuurlijk. En ik denk 20% van de zaal. Dus een heleboel mensen nog niet. Maar je kan er natuurlijk ook wel over gelezen hebben. Want je bent ook best een aantal keer in de media al verschenen. Vanavond zul je ook delen uit dit boek toelichten. Dus als je het niet gelezen hebt, dan krijg je in ieder geval delen ervan hier te horen. Zodat je ook mee kan praten. We hebben het over Jim Rekers, emeritus hoogleraar en gepensioneerd interventieradioloog. Hij schreef een pamflet, zo kan ik dat wel zeggen, voor een ander zorgstelsel. Maar niet alleen andere financiële keuzes, ook een andere cultuur. En deze avond is al genoemd een revolutie. Het voelt een beetje alsof we nu een soort aan de start staan van een revolutie, maar we gaan het zien. Het boek wordt een steen in de vijver genoemd, een knuppel in het hoenderhok. Genoeg stof voor gesprek en debat. Dat gaan we vanavond doen met ons panel vol artsen. Jullie zitten met name daar, maar ook jonge en oude, artsen van jong tot oud wil ik zeggen, hoogleraren en opiniemakers. Wat gaan we doen? We gaan eerst even kort in gesprek met Jim over zijn boek. Daarna gaat hij een deel van dat boek voor jullie toelichten. Heel kort, 5 minuten. Dan gaan we met het eerste panel hebben over, in eerste instantie, ik wilde even het eerste onderwerp erbij halen. De perverse prikkels in het medische bedrijf, dus eigenlijk het hele zorgsysteem. En in het tweede deel van de avond gaan we het meer hebben over de cultuur, de medische omerta. Dus we wilden dat een beetje van elkaar gescheiden houden. Het een is natuurlijk afhankelijk van het ander, maar dan weten jullie dat het onderwerp cultuur in de tweede helft aan bod komt. Aan het einde van de avond is ruimte voor heel veel vragen en meepraten. Ik wil het ook wel tussendoor doen en dan met jullie afspreken dat jullie niet alleen met voorbeelden uit je eigen praktijk komen, maar ook het gesprek voor iedereen interessant houden. Want we zullen een aantal voorbeelden aan tafel bespreken en ik weet zeker dat jullie in de zaal allemaal bijna een eigen voorbeeld hebben. Maar wie zitten er eigenlijk in de zaal? Want ik neem nu aan dat er heel veel mensen uit de zorg in de zaal zitten. Maar is dat ook zo? Wie werkt er in de zorg? Oh, dat zijn echt bijna alle handen. 80%, 90% misschien. Wie studeert er dan om... Wie is arts of specialist? Dat is misschien ook nog een interessant onderscheid. Ongeveer de helft. En wie wil dat graag worden? Zijn er mensen in opleiding? Kijk, er zijn ook een paar achterin. Fijn, fijn. Dan kan ik natuurlijk vragen, wie werkt er niet in de zorg? Even. Oké. En wie zijn jullie dan? Ja, ik ga toch heel even opstaan. Zijn jullie dan onderzoek aan het doen? Ik zit meestal bij hele diverse bijeenkomsten. En dan kan je zo'n groepje indelen in wetenschap. Zijn er mensen uit de wetenschap? Onderzoekers? 1. Oké. Okay. Beleidsmakers van de zorg misschien, of beleidsmakers in het algemeen. De mensen die niet in de zorg werken, waar werken jullie dan? Roep maar. Zijn patiënt, dat kan ook. Je hoeft niet per se inderdaad, we zijn allemaal patiënt. Ja, zo kun je ook identificeren. Ik heb ook begrepen dat er een paar mensen zijn van medische, hulpmiddelen, medische leveranciers van
techniek in het ziekenhuis om het heel breed te trekken. Zijn die daar ook? Of durven die niet? Kijk, ja. Fijn, zorgverzekeraars. Niet meer? En nog meer zorgverzekeraars? Nee, die zijn er ook niet. Oké. Is de rest dan die niet in de zorg werkt patiënt? Net als die, zou je het zo willen benoemen? Of zijn we nog iemand vergeten hier? Pensionado's, dat kan ook. Sorry? Medisch uitgever, ook heel belangrijk. Nou, dan hebben we echt iedereen even benoemd vanavond. En dan weten we ook, als we iets aan politici willen vragen, die hebben we nog niet gevraagd. Er zijn de politici in de zaal. Oud-politici, ja, precies. Nou, dat die er dan even niet zijn, maar dan kunnen we nog een boodschap aan hen doorgeven, wellicht. Dat is bij dit thema ongetwijfeld aan de hand. De avond wordt nog gelivestreamd, dus welkom nogmaals kijkers. En hij is ook terug te kijken. Mocht er iemand niet aanwezig kunnen zijn, kan het ook. Nou, laten we beginnen, want het is alweer 8:10. Jim, kom erbij. Een applaus voor Jim. Nou, heb ik het helemaal niet gevraagd. Zeg nou Jim of Jim, anders ga ik de hele avond verkeerd zeggen. Jim. Jim, wel hè? Ja. Zeg het wel goed. Ik ging ineens twijfelen. Zeg, dit boek heb je geschreven toen je met pensioen ging. En ik, het eerste wat ik me afvroeg toen ik het hoorde, waarom toen pas? Nou, dat heeft een aantal redenen. Op het begin heb ik altijd al geschreven, hoor. De laatste 20 jaar stukjes in Medisch Contact, in de krant, opiniestukken. Dus ik ben altijd wel hier en daar een vlammetje aangestoken. Maar dat vlammetje ging altijd weer heel snel uit. En ik had altijd het plan om dat een keer een boek van te maken. Maar het vlammetje ging uit? Ja, dan weet je, dan schrijf je een opiniestuk en dan krijg je één boos ingezonden brief. En dan is het weer helemaal voorbij. Dus je wilde meer in beweging zetten. Precies. Dat was altijd de bedoeling. Ik had een hele drukke baan. Dat was een eerste excuus. Toen ik klaar was, had ik gewoon meer tijd. En ja, het tweede is het een beetje dat ook meespeelde van ja, weliswaar was ik op oudere leeftijd niet meer zo in de gevarenzone. Maar toch, ik heb het eigenlijk uitgesteld tot na mijn pensioen. Min of meer bewust. Een gevarenzone om nou ja, het is, ik heb werkt in een fantastisch ziekenhuis. Het was altijd gezellig en leuke mensen. Maar ja, op een of andere manier het gevoel wat je dan toch een beetje hebt van ja, ik wil niet graag de rebel zijn, weet je. Dat is een beetje een... Niet de klokkenluider. Nou, niet in het ziekenhuis, nee. Oh. Ja. Ja, ja. Nou, makes sense. Even in het algemeen. Ik kan zeggen hoe de reacties waren op het boek. Maar misschien nou, de reacties je waren zelf zeggen. Nou, die reacties, dat kan ik je wel zeggen. Kun je in twee groepen. Eén groep mensen, en dat zijn vooral jonge dokters. Heel enthousiast en hele fijne reacties. Maar ik ben wel geschrokken. En goed, dat had ik er wel kunnen weten. Ik was door een goede vriendin van mij daarover voorgelicht, die daar veel meer mee te maken heeft gehad dan ik. Dat je ja, ook veel ellende over je heen krijgt. Ik heb best wel... Op een gegeven moment heb ik opgehouden met LinkedIn te lezen bijvoorbeeld. Omdat daar toch wel ja, hele nare en vervelende persoonlijke opmerkingen stonden. Het was niet prettig. Nee, je werd persoonlijk aangevallen. Ja, ja. Dat is echt persoonlijk, ja. Maar was het allemaal... Was het allemaal negatief? Nee, het grootste deel was positief. Het overgrote deel was positief. Heel veel mensen zijn blij dat je het geschreven hebt. Ik herken me erin. Ja. En wij, ja, dus een hele grote bron van erkenning, ja. Absoluut. Oké. En die felheid van de reacties, hoe verklaart u die? Ja, gewoon... Het is natuurlijk heel, ja, mensen voelen zich natuurlijk door het boek ook een beetje bedreigd. Een beetje betrapt. Ik zeg dingen ja, die ze misschien zelf wel weten, maar... waar ze toch liever even niet over praten of over nadenken. Daarom heet het ook de Omerta. Dus ja, het is altijd als je met je hand in de suikerpot zit en net komt je moeder binnen, dan voel je je toch even van... dat is een beetje het gevoel, denk ik. Een beetje betrapt gevoel. Ja. Ja, nog even over dat Omerta. Voor mij was dat nog niet zo'n klink en klaar begrip. Misschien, je gaat het ook nog straks zeggen. Wat, het komt uit een maffia, of niet? Ja, het komt eigenlijk uit die wereld. Het is misschien ook iets te sterk gezegd. Misschien hadden we het beter de medische enclave kunnen noemen. Ja? Dat was misschien iets beter geweest. Nou, ja. De zesde druk, want er zijn al 5. Ja, het gaat vrij hard. Uitgever, gaat anders heten. Ja. Nee, maar... Het is natuurlijk toch wel zo, als je ja, in die wereld op een gegeven moment toch dingen doet die niet leuk gevonden worden, dan merk je het al heel gauw in je positie. En zeker voor ook zo'n academisch ziekenhuis. Ik ken daar
persoonlijk een voorbeeld van. Van iemand die op een gegeven moment iets gezegd heeft op een openbare bijeenkomst. En daarna zijn nominatie voor hoogleraar werd meteen doorgestreept. Dus ik bedoel, het is toch. Je moet een beetje in de pas lopen. Ja, zo gaat dat. Ja. Kunt u zich voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen: waarom bent u zelf nou decennia lang meegegaan en komt u nu? Nou ja, het is, in het begin, je bent gewoon een jong en je bent enthousiast en je vindt het vak mooi en je loopt in de pas mee. En eigenlijk had ik gewoon ook zelf niet zoveel in de gaten. Af en toe dacht je wel eens: het is wel raar. Maar op een gegeven moment heb ik een studie gedaan, waarbij ik, en heeft iets te veel aandacht gekregen, vind ik wel, in de pers. Dat gaat over die andere behandelingen voor baarmoederverwijdering. En toen we daar een prachtige studie, hebben we prijzen mee gewonnen. En toen dacht ik, nou, kat in het bakje, om zo even te zeggen. Dat is geregeld, dat gaan we dus nu doen. En het antwoord is nee, het wordt gewoon niet gedaan. Er zijn nog meerdere studies wereldwijd. Het wordt gewoon. En toen dacht ik, hier speelt dus iets anders. Het gaat niet meer om de waarheid, het gaat niet meer om de wetenschap. Maar het gaat om macht en het gaat om positie en het gaat om geld. En dat heeft mij toen de ogen geopend. En toen dacht ik, ja. En toen zag ik ineens een heleboel dingen voorbij komen. En zo is dat langzaam maar zeker gaan groeien. Dus het is echt een hele dikke censuur in mijn leven tussen dat heette de Emmy-studies, voor de studie en na. Dus voor de studie was ik een consument in het bedrijf. Ja. En daarna zag ik ineens allemaal dingen waarvan ik dacht, hey, dit klopt niet. Maar dat is echt. Heel kort voor mensen die het boek niet hebben gelezen. Het was een studie naar of baarmoeders verwijderd moesten. Nou, dat is een alternatieve behandeling voor de verwijdering van de baarmoeder. Ja. Geen enkele discussie over de kwaliteit van de wetenschappelijk onderzoek. Niemand discussieerde dat, maar het werd gewoon niet ingevoerd. En als je dan ging vragen, dan zeiden ze van ja. En verder kreeg je kwam er niet door. Ik ben toen op tv geweest, ik ben op de radio geweest, ik heb in de krant geschreven, maar er gebeurde gewoon maar niks. En dat was niet in Nederland, hoor. Die alternatieve aanpak, die was wetenschappelijk bewezen. Ja, heeft niemand een discussie over. Er wordt gewoon niet toe. We hebben dus 1,2 miljoen betaald door de overheid om die studie te doen. We hebben prijzen mee gewonnen en het is gewoon. En er is een studie in Engeland gedaan en nog een andere studie in Schotland. Precies hetzelfde resultaat. En over de hele wereld wordt gewoon deze nieuwe behandeling niet gedaan. Of niet gedaan, minimaal gedaan. En dit voorbeeld is dan exemplarisch. Ja, nou, dat heeft mij toen aan het denken gezet van, wat speelt hier? Wat speelt hier nou nog meer dan gewoon goede wetenschap? En toen dacht ik, dan op een gegeven moment gaan die poorten open en dan zie je echt van alles voorbij komen. Ja. Dat staat ook in het boek. Ja. Wat hoopt u met dit boek nou te bereiken? Want dit is een boek niet alleen voor de medische wereld, niet alleen voor de zorg, maar voor een heel breed publiek. Kijk, ik heb niet de illusie dat ik de wereld ga veranderen. Maar wat ik wel hoop, hier, dat er een discussie is, dat mensen gewoon leren na te denken en ook elkaar te durven aanspreken op dingen die apert fout zijn in de zorg. Dat is eigenlijk wat ik hoop met het boek. Dat er gewoon veranderingen komen. En dat gaat natuurlijk langzaam en het zullen kleine stapjes zijn. Maar ik hoop dat het boek. Ja. Kijk, ik vergelijk me wel eens, en dat is een onterechte vergelijking, want dit boek is veel minder belangrijk, maar met het boek van Jean Voudrin en Wie is van Hout. Dat kennen misschien heel veel mensen nog over de misstanden in de psychiatrie. Dat heeft echt een revolutie. Dit zal dit boek niet doen, hoor, die revolutie. Nee. Maar het is wel een beetje de gedachte om te zorgen dat er iets gaat veranderen. Ja. En wat hoopt u dan van vanavond specifiek? Nou, dat iedereen met een ander vlammetje naar huis gaat en dat weer overdraagt aan iemand anders. En zegt, ik heb gisteren zo'n goed debat gehoord. Zullen we niet eens daar en daar en daar? Dat is een beetje wat ik hoop, ja. Dus dat dit balletje gaat rollen. Dat iedereen in de eigen praktijk iets meeneemt. Ja. Ja. Dat is wat ik wil. Ja. Daarom doe ik het. We gaan het vragen aan de mensen na het debat. Okay. Eerst horen wij graag een introductie van jou over de perverse prikkels. Daarna mag u plaatsnemen op de eerste rij en dan nodig ik het panel. Ja, ik zal iets kort zeggen. Het boek gaat heel snel. Ik was vorige week. Was ik uitgenodigd op de IMS-congres in Amsterdam. Ik weet niet of u dat wat zegt. Het was naar aanleiding van mijn boek. Het IMS-congres is het jaarlijkse nationale congres voor medische studenten over zeggenschap. En ik had een workshop van 45 minuten met die studenten. En ik had besloten, weet je, ik ga eens met ze praten over onzinnige zorg, wat heel actueel is, en over de perverse prikkel. En ik stelde me zo voor, een groep aankomende dokters, nog niet bevlekt door de perverse prikkels in het zorgsysteem. Dus die kon ik misschien wel een klein beetje helpen. Maar dat liep totaal anders. Mijn boodschap viel
totaal niet in goede aarde. Integendeel. De discussie ging al heel snel in de richting van... ja, maar als de patiënt het wil, dan is het toch goed? En baat het niet, dan schaadt het niet. En een placebo werkt toch ook? Daar gaat het toch om? Dus ik stond eigenlijk een beetje met mijn mond vol tanden. En toen probeerde ik nog een beetje het argument van dat... onzinnige zorg ook onnodige kosten met zich meebrengt. Nou, het begrip kosten, dat is überhaupt een abstractie voor studenten. Tenminste, die groep die ik voor me had, die keek hem echt zo aan. Waar heb je het over? En toen lieten ze ook nog enkele voorbeelden zien uit hoe de medische industrie dus met resultaten werkt om gunstige uitkomsten te krijgen. En toen bleek dat ze echt de meest elementaire kennis over de wetenschap missen. Ze doen wel een stage, maar kritisch naar kennis kijken, dat kunnen ze echt niet. Dus ik ging echt in shock naar huis. En ik dacht echt, dit wordt een nieuwe generatie artsen. En er is echt iets fundamenteels mis met hoe wij artsen opleiden. Ze weten alles van de Krebscyclus en van alle antistoffen, maar hier weten ze niks van. En dat was eigenlijk dat ik dacht van, dit is, ja, wat moeten we hiermee? Je leest laatst dat ik in de media heel vaak over perverse prikkels... en dat artsen zo onnodig veel verrichtingen zouden doen om hun inkomen te verhogen. Maar dat perverse prikkel is een hele makkelijke kreet. Dus net zoiets als jubelton, hè? Voor alle duidelijkheid. Onzinnige zorg is iets anders dan onnodige zorg. Onzinnige zorg is zorg waarvoor geen goed wetenschappelijk bewijs bestaat... en wat niets toevoegt aan de gezondheid van de patiënt... Onnodige zorg is zorg die door iets anders vervangen kan worden. Bijvoorbeeld looptraining in plaats van dotteren. Dat is eigenlijk een vervanging van onnodige zorg, wat het dotteren dan is. Er wordt geschat, en dan kijk even naar Sjoerd Repping... die daar over gaat hier in Nederland... ongeveer 30% van de zorg onzinnig is... en eigenlijk niets toevoegt aan de gezondheid van de patiënt. En natuurlijk is het allemaal heel schuivend. Het zijn allemaal grijze vlakken, want... bijvoorbeeld een laatste experimentele chemo kan wetenschappelijk totaal onzinnig zijn, maar voor de patiënt wel heel waardevol. Dus je moet natuurlijk altijd in het oog houden dat er altijd wel verschillende blikken zijn naar zoiets dergelijks. Maar mijn vraag was eigenlijk, waarom doen artsen dat? Waarom bieden die nou gewoon onzinnige zorg aan nou? Dan hebben we drie dingen waar ik het heel kort over ga zeggen. Ten eerste heeft het te maken met hoe wij ons zorgstelsel hebben ingericht. Een ziekenhuis krijgt betaald voor het doen van de behandeling. Ze maken dus productieafspraken met de zorgverzekeraars. En ze moeten dus die productie halen. En als ze het niet halen, dan staat de directie op de stoep. En die zegt, waarde collega, u loopt 20% achter in de productie. Zo halen we onze afspraken niet. Ja, en dan als je 500 heupoperaties hebt ingekocht... dan moet je ze wel alle 500 doen. Anders gaat het geld kosten. Dus de druk om die productie te halen is een van de redenen dat gewoon er... ja, bewust, onbewust, onzinnige zorg wordt gegeven. Het tweede is, en dat is het feit dat wel dokters het vaak wel weten... maar dat ze het heel moeilijk vinden om erover te praten. Je ziet heel vaak wel collega's die hun indicaties voor behandeling wat oprekken. Een beetje zorgen dat er toch meer patiënten net binnen die richtlijn vallen... dat je daardoor toch wel iets meer kan doen. Ook weer om die productie te halen. En daar wordt niet over gesproken. En dat vind ik ook een belangrijke reden. Die medische omerta. Niet spreken over wat je collega doet. En waar je van denkt, nou, is dit wel helemaal nodig? Maar een hele belangrijke, en dat is een heel vaak vergeten oorzaak... is de rol van de medische industrie. Hun doel is, alle mooie woorden ten spijt... gewoon alleen maar winst maken voor de aandeelhouders... en zoveel mogelijk producten verkopen. Het is niet anders. En om dit te bereiken moeten artsen dus overtuigd worden... om producten te gaan gebruiken. En 20 jaar geleden hebben ze bedacht dat het ontzettend handig is... en heel verstandig is om eigenlijk alles wat ze verkopen... van het predicaat wetenschappelijk te voorzien. Daarvoor hebben ze een heel wereldwijd netwerk van artsen... die tegen vorstelijke betalingen researchnetwerken opzetten... waarbinnen artsen ook weer werken. En ze doen onderzoek voor de industrie. Ze publiceren, schrijven vaak niet eens zelf de artikelen... maar staan alleen met de naam daarboven. Zitten op congressen, na- en bijscholing. En elke keer brengen ze die industrieboodschap in. Heel veel dokters, als ik met ze praat, hebben dat absoluut niet in de gaten. En ook onze richtlijnen en onze kwaliteitsparameters... zijn door de industriewetenschap eigenlijk gewoon vervuild. En het is heel moeilijk om daar een vinger achter te krijgen... en daar een goed gesprek over te beginnen. Dus ik denk, als wij de onzinnige zorg een beetje willen aanpakken... die perverse prikkel willen aanpakken... moeten we eigenlijk al deze drie punten aanpakken. Dat is eigenlijk de introductie die ik wil geven voor deze tafel. Dank je wel. Ja, en dan
Hebben wij nog afgesproken met Jim, omdat wij een discussie hier aan tafel gaan voeren. En ik spreek het maar even uit, dat Jim aan het eind van het panelgesprek even mag reflecteren op dat panel. En als het panel echt iets zegt waarvan hij denkt, nou, nu moet ik het zeggen, mag hij 1 keer inbreken. 1 keer, we zijn heel streng vanavond. Oké, we hebben veel te bespreken en ik nodig het panel uit om plaats te nemen. Dat zijn Danka Stuiver, Peter van der Voort, Febe Smits en Sjoerd Repping. Komen jullie lekker zitten aan tafel? Ja, ik heb jullie net ook al een hand gegeven. Welkom. Ik ga jullie even netjes introduceren, want dit was wel heel snel. Van wie is wie nou? Danka, om met jou te beginnen. Jij bent huisarts en columnist voor de Volkskrant en het Medisch Contact. En schrijft en praat al jarenlang kritisch over alles wat er gebeurt in de zorg. Fijn dat je er bent. En dan links van mij Sjoerd Repping, hoogleraar zinnige zorg. Je werd net al aangehaald. Aan het Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam. En als we willen weten hoe we die onzinzorg nou uit het systeem moeten filteren, dan moeten we bij jou zijn. Dus goed dat je er bent. Dan heb ik hier Peter van der Voort. Je bent heel veel. Een intensivist, een hoogleraar gezondheidszorg en voormalig senator van de D66. En je hebt in 3 ziekenhuizen de intensive care afdeling geleid. En nu in UMC Groningen. Dus jarenlange ervaring als arts op de werkvloer en als hoogleraar verdiep je in hoe het zorgstelsel nou functioneert en beter kan functioneren in de toekomst. Een hartelijk welkom, Peter. En last but zeker not least, Febe Smit. Je bent voorzitter van Dokters in Debat. Dat is een club die meer debat en discussie in de beroepsgroep wil over het eigen functioneren. En van het hele zorgsysteem. En je bent zelf ook een jonge dokter en je werkt, dan moet ik even spieken weer, op de afdeling hemato-oncologie. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En dan zijn we helemaal rond. Een 4-koppig panel. En jullie staken volgens mij allemaal je hand op voor deze avond. Hebben jullie ook dit boek gelezen? En dan wilde ik eerst, ik wil natuurlijk ook weten wat je van de speech vindt van Jim. Maar laten we eerst eventjes wat algemener over dit boek hebben. Febe, mag ik bij jou beginnen? Als jonge dokter die het debat wil stimuleren. Is dit boek nou een soort opschudding wat jonge artsen nou nodig hebben om het zorgdebat open te breken? Wat vind jij? Nou, kritisch is het zeker. En vanuit Dokters in Debat juich ik een kritische houding alleen maar toe. En ben ik heel blij dat het leidt tot dergelijke avonden en discussie. Dat gezegd hebbende, ik ben wel bang dat het een aaneenschakeling van voorbeelden kan zijn waarbij de nuance misschien wat ontbreekt en het een heel negatief en een negatief beeld over de gehele zorg en het gehele zorgsysteem in het ziekenhuis trekt. Okay. Waar ik mij eigenlijk totaal niet in herken. En ik werk dus in een ander veld dan Jim Rekers natuurlijk, bij de hematologie en meer de interne geneeskunde, wat een heel breed vakgebied is. Ik zie deze voorbeelden van financiële prikkels en eigenlijk behandelingen inzetten die helemaal niet nodig zijn, maar daar wordt goed geld aan verdiend. Dat zie ik totaal niet. Ik zie juist heel andere positieve voorbeelden die ik wellicht kan toelichten. Maar ja, dat is mijn eerste reactie. Ja, interessant dat jij bijna tegenovergestelde. Ja, tegenovergesteld. Ja, en ik zit een beetje te spieken naar of jullie nou het eens waren met Febe hierachter. Of niet? Nee? Wel? Herkennen jullie? Ik ga heel eventjes naar jullie toe, want ik vind het veel te. Herkennen jullie het? Zijn jullie net zo genuanceerd, positief? Of zijn jullie het wel een beetje eens met Jim? Het boek dus nog niet gelezen. Alleen het befaamde artikel wat vrij negatief was, ja, en de reacties daarop. Ik ben zelf onderzoeker bij de interventie radiologie, dus ik ben wel een beetje verstrengeld in het geld. Maar herken je erin in dus het boek? Ik herken een beetje wat Jim zegt, maar okay, toch wel. Ik weet nog niet of ik het ermee. Nee, oké. Nou, even heel kort hoor, want altijd heel interessant wat
mensen op de eerste rij vinden. Zijn daar niet voor niks gaan zitten, denk ik dan. Danka, jij schrijft echt al jaren kritisch over de zorg. Dus dit is nog een boek wat misschien nog kritischer is dan jij. Maar heb je wat nieuws gelezen in dit boek? Nou, ik denk dat ik inderdaad ook veel heb geschreven over de verschillende machten en krachten en tegengestelde belangen. Ook bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord kennen de meeste mensen wel. Waarin 200 keer het woord samenwerking staat. Maar als je eigenlijk niet weet hoe je goed samenwerkt en als de belangen zo om elkaar haaks op elkaar staan, dan wordt samenwerken heel ingewikkeld. Dus daar ben ik wel kritisch over. Tegelijkertijd merk ik als huisarts zijnde wel wat er gebeurt op het moment dat je zo negatief schrijft over de gezondheidszorg als medische omerta. Want heel veel verhalen die ik lees in het boek, ik heb het boek met plezier gelezen, maar sommige verhalen komen echt uit de oude doos en die doos staat al lang bij het oud papier. En ik denk dat wanneer ik bijvoorbeeld een patiënt, laatst een jonge vrouw met knieklachten, al langere tijd last van, ook met sporten en dagelijks bestaan, verwezen naar een orthopeed, komt bij de orthopeed waarvan ik denk dat dat een prima orthopedisch chirurg is. En ze gaan elkaar het gesprek aan over een behandeling, over een operatie. En die orthopedisch chirurg die zegt tegen die vrouw dat dat een operatie is die hij leuk vindt om te doen. Op dat moment gaat bij haar een rode vlag af. Dan denk je, dan is niet de juiste, dat is niet de goede reden om mij te opereren. Nee. Ze komt terug bij mij, zegt ja, bij die orthopedisch chirurg wil ik me niet laten opereren, want hij doet het alleen maar omdat hij het leuk vindt en omdat hij aan mij verdient. Dus zij wilde vervolgens dat ik haar verwees naar een ander orthopedisch chirurg. Dat is gebeurd uiteindelijk. En uiteindelijk heeft ze daar exact dezelfde operatie gekregen. Okay. Toen dacht ik wel, dan ga je dus zo de zorg wantrouwen, waarbij ik dan denk, ja, dat is wel een beetje wat ik nu merk in de eerste lijn, dat ze heel erg wantrouwend zijn naar, doet een dokter wel het juiste, of doen ze het voor de juiste redenen met de patiënt centraal? En dat is natuurlijk goed om je dat af te vragen, maar het schiet wel door. Ja, dus je zegt eigenlijk, dit boek draagt bij aan het wantrouwen in de zorg. Ja. Sjoerd, je werd eigenlijk meteen een beetje zo aangevallen op die productieprikkel. Als ik daar, je mag ook nog wat algemeens over het boek zeggen, maar even specifiek, hij noemde 30% is onzinnig, hè? In de zorg. Is dat zo? Ja, dat is de vraag die mij het meest gesteld wordt en iedereen wil graag een soort getal horen. Ja. Kijk, het woordje onzinnig is ook al een vrij moeilijk woord, omdat iedereen daar een heel negatief beeld bij heeft. Nou ja, zinnig, onzinnig. Ja, dat schrijft makkelijk. Minderzinnig. Minderzinnig. Zou jij het zelf noemen? Nou ja, ik denk dat veel in de zorg wat wij doen, daar weten we eigenlijk vrij weinig van af. Dus er zijn altijd verschillende soorten behandelingen vaak voor een bepaalde situatie. En we weten vaak niet wat in een specifieke situatie nou het meest zinvol zou kunnen zijn. En zinvol bedoel ik zorg die dan bijdraagt aan uitkomsten die voor die patiënt relevant zijn. Dus dat gebrek aan kennis maakt dat je soms beslissingen moet nemen op basis van dat wat je gewend bent te doen. En dat is hartstikke goed. Hè? Dat kan je beter bij een dokter zijn dan bij een burgemeester, zeg ik altijd. Maar het erkennen van het feit dat wij in de zorg gewoon ook heel veel niet weten, maakt dat wij eigenlijk naar een ander systeem moeten waarin het leren eigenlijk centraal staat. En dat is niet wat de zorg historisch eigenlijk is. Het is een systeem waarin we handelen op basis van kennis die we hebben. Maar dat maakt ook. Evidence-based heet dat ook wel, toch? Nee, evidence en kennis is niet hetzelfde. Oh. Dus misschien is dat een nuance. Dus dat je gewend bent om iets te doen en dat je daar goede resultaten mee hebt voor jouw gevoel, wil niet zeggen dat het de beste behandeling is. En dat betekent dat in die zin de zorg eigenlijk steeds meer een soort wetenschap eigenlijk moet worden. Ja. Waarin je dus kennis vergaart en dat je die ook gebruikt. Nou ja, en Jim geeft vrij veel voorbeelden ook, waarin we soms het idee hebben, als je dan onderzoek hebt gedaan, dat daarna de wereld vanzelf verandert. En dat is totaal niet zo. En als dan, want daar zullen we het over hebben, die prikkels ook nog niet helpen om te veranderen, ja, dan is het eigenlijk vrij gek om te bedenken dat het vanzelf verandert als je ook nog daar als ziekenhuis of als maatschappij of als maatschappij geld aan verliest. Ja, waarom zou je dan veranderen? Ja, die logica. Laat ik even mijn tafelgenoot Peter daarover laten kauwen, want doen artsen van alles dat in de praktijk niet nodig is? Dat vind ik wel een hele krachtige stelling. Ik denk dat er inderdaad zorg geleverd wordt die niet effectief is.
En het is ook zo, als je het over evidence-based medicine hebt, dat er voor groepen is er dan aangetoond dat een bepaalde groep patiënten baat heeft bij een bepaalde behandeling. Maar dat wil niet zeggen dat iedere patiënt die dan die behandeling krijgt daar ook baat bij heeft. Dus het ligt wel vrij genuanceerd. Mm-hmm. Sterker nog, ik kan met het voorbeeld komen van het gebruik van statines, de cholesterolverlagers. Ja. Dat moeten 20 mensen 5 jaar lang gebruiken iedere dag om 1 hartinfarct te voorkomen. Dus je kan ook zeggen, 19 van die patiënten die gebruiken dat al die jaren voor niets. Maar ja, we weten nou helemaal niet wie van die 20 daar dan wel baat bij heeft. Dus ik denk dat we daar ook veel meer op zouden moeten richten. En het wordt allemaal veel zinniger en effectiever en efficiënter als we zouden weten wie van die 20 daar baat bij heeft. En daar zou denk ik, en dat sluit dan wel weer aan bij wat Jim Rekers schrijft, de farmaceutische industrie zal dat onderzoek niet opzetten. Want dat betekent dat er minder mensen die therapie krijgen. Dus dat zullen we op een andere manier moeten genereren, dat onderzoek, buiten de industrie om. Maar daar is dus nog wel veel winst te behalen. En dat gaat eigenlijk nog een stapje verder dan op basis van de huidige evidence zeggen, bij bepaalde groepen is dat niet meer zinnig om te doen. Maar je kan daar dus nog een stap verder in komen. Ja, ja, dus eigenlijk moet je zorg meer personaliseren, meer op de individu. Ja, dat, daar komt het dan wel op neer. Er is nu ook wel veel gepersonaliseerde zorg in de zin van antistoffen en dat soort zaken die nog veel preciezer kijken. Dat is hele dure geneeskunde, moet misschien ook. Maar het kan dus ook al in de huidige therapie die we doen, daar zullen we ook veel beter in kunnen focussen, denk ik. Ja. Oké. Mag ik daar misschien op reageren? Ja, zeker. Ik wil even aanhaken op wat je zei. We hadden afgesproken om te tutoyeren. Dat we meer de rol van de farmaceutische industrie, die heeft een rol in wat voor behandelingen we misschien geven en de kosten daarvan. Ja. Maar wat je aandraagt is ook dat artsen een rol spelen in kijken wat zinnig is voor welke patiëntengroep en wat niet. En eigenlijk tegeningaand tegen de voorbeelden die hier worden aangedragen, zou ik juist willen laten weten dat artsen al heel erg hun best doen om bijvoorbeeld door doelmatigheidsstudies beter de behandelingen te laten aansluiten op de patiënt. Mm-hmm. En beter te onderzoeken of een behandeling, bijvoorbeeld een duur geneesmiddel, 2 jaar geven. Dat heeft de farmaceutische industrie dan zo bedacht met hun registratiestudie. Kunnen we dat ook 1 jaar doen? Kunnen we misschien met een halve dosis hetzelfde effect voor de patiënt bereiken? Dus eigenlijk de artsen aanwijzen in dit boek, als ik het zo mag zeggen, als schuldigen van beïnvloed worden door de farmaceutische industrie om maar alles te doen en maximaal geld te genereren. Ja. Daar ben ik het gewoon niet mee eens, omdat dus ook die voorbeelden er gelukkig al zijn van artsen die zich juist inzetten voor doelmatigheidsstudies en het heft in eigen handen nemen en laten zien, wij gaan het anders doen. Ja, mag ik daarop reageren? Zeker. Ik denk dat een heel belangrijk voorbeeld, wat ook een hoogleraar in het AVL, Gabe Sonken, tijdens zijn oratie ook heeft gezegd. Hans Westgees is ook een oncoloog die met hart en ziel eigenlijk zegt van in de afgelopen jaren maken de farmaceuten meer financiële winst, mm-hmm, dan dat er overlevingswinst wordt behaald. Hè, dus dat er dus meer, het kost meer geld dan dat het overlevingswinst oplevert. Notabene in een oratie van een hoogleraar van het AVL, het grootste kankerinstituut van Nederland, die voor een heel groot deel drijft op de inkomsten van de farmaceutische industrie, die toch dat durft te doen. Een ander voorbeeld vind ik het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar de chirurgen, de traumachirurgen, bijvoorbeeld de gebroken heupen opereren, waar ze dan nu zeggen, ja, die kwetsbare ouderen, moeten we dat nog wel doen? Moeten we die nog wel opereren of moeten we die palliatief behandelen? Hè? Dus terwijl het snelste manier om daar geld aan te verdienen, en dan hebben we het over een perifere productietoco, dat ze daar juist wel zeggen, dit moeten we niet meer doen. En als huisarts zijnde, ik werd 2 weken geleden ook gebeld over een dergelijke casus door een chirurg die zei, joh, wil jij eens meedenken? Want ik twijfel of ik hier nog wel een nieuwe heup in moet zetten. En de familie wil het heel graag, maar de patiënt is heel kwetsbaar. Geriater vindt van niet. Wat denken jullie in de eerste lijn? Dus dan is het heel gelijkwaardig ook om daarover in gesprek te gaan en uiteindelijk te komen bij wat voor de patiënt het beste is. Dus ik denk, dat is precies ook wat Febe zegt. Van, ja, vanuit de artsen is de drive om passende zorg en patiëntgericht te werken is er absoluut.
Ja, maar dat moet benadrukt worden. Zo, hè? Er is een boek dat heet De meeste mensen deugen, maar de meeste artsen deugen ook. En dat is een beetje het beeld. Ja. Ja, dat is het beeld wat je toch een beetje krijgt van het boek van Jim Rekers, dat de meeste artsen niet deugen. Nou, dat wil ik ook weer spreken. Tegelijkertijd herken ik al die items die aan de orde komen in het boek, die herken ik ook. Ja. En wat jij zegt is ook waar. Is wel zo dat je dat kan doen, dat het geld, zolang de vraag naar zorg heel groot is, groter eigenlijk dan wat je kan bieden. Als dat in een andere verhouding komt, dan kunnen indicaties wel degelijk een beetje gaan schuiven. Dus daar zit ook nog wel een aspect van vraag en aanbod in. Maar je zegt, je herkent het wel in tegenstelling tot jouw... Ik herken al die voorbeelden uit het boek, die herken ik. Of ze in zulke grote mate aanwezig zijn dat ze alles bepalend zijn, dat vind ik wel wat minder dan wat in het boek naar voren komt. Een ander twijfel over het boek heb ik in hoeverre dit gaat helpen om ook het vertrouwen in de zorg, maar ook het vertrouwen in de wetenschap. Het vertrouwen in de wetenschap staat al een paar jaar, ook naar de aanleiding van de corona, staat al behoorlijk onder druk. En de wetenschap wordt wel behoorlijk onder de loep genomen, onder vuur genomen. En nog even los van in hoeverre dat waar is, is het ook wel een beetje gevaarlijk om het vertrouwen in de wetenschap nog verder te laten dalen. Dus dat is een beetje de twijfel die maar ik heb. Het is toch redelijk hoog. Juist, ja, ik heb de cijfers hier ook niet op een sheet staan of paraat, maar... Nou, ik denk dat dat behoorlijk onder druk staat. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de vaccinatiecijfers, die zijn toch flink aan het dalen. En de immunisatie voor mazelen in steden zoals Amsterdam is behoorlijk laag geworden. Je bent bang dat dit boek daar niet aan bijdraagt, aan dat vertrouwen. Dat het boek het versterkt. Het vertrouwen moet natuurlijk niet blind zijn. Hè. Dat is natuurlijk, volgens mij is dat niet wat Jim ook in het boek zegt. En dat vind ik wel echt een opgave voor de zorg als geheel zijnde. We leven niet in een tijd waarin mensen gewoon blind op ons kunnen en mogen vertrouwen. Nee. Nog even los van het feit dat we gewoon een enorme uitdaging hebben. Er was net een rondvraag wie er in de zorg werkt. Ja. Maar als we zo doorgaan met de ontwikkeling van de populatie en de vraag naar zorg en de technologie die er is, dan is wat hier in de zaal gebeurt straks waarheid. Dan moet 1 op de 4 mensen in de zorg werken om het überhaupt te bolwerken. 1 op de 3, hè? 1 op de 4. 1 op de 4, ja. Oh. En dat gaat niet lukken. Dus we moeten keuzes maken in de zorg. En dan is het lijkt mij vrij verstandig om dan dus te kiezen voor dingen waarvan we weten dat patiënten er wat aan hebben. Ja. En te stoppen met dingen waar patiënten niks aan hebben. Kijk, in die rol van die industrie, natuurlijk, alle mensen die willen heel graag natuurlijk goede dingen doen. Ik ken ook geen dokters die naar het ziekenhuis gaan en zeggen, ik ga vandaag bewust dingen doen die niet goed zijn. Maar er is natuurlijk wel degelijk beïnvloeding en prikkels die laten maken we even, dat we andere keuzes maken. Ik vergeet helemaal dat wij prachtige stellingen uit het boek hebben gehaald. En de stelling over de medische industrie verschijnt op het scherm. Het internationale circuit van medische congressen biedt mogelijkheden voor charlatans, kwakzalvers, oplichters, leugenaars, opportunisten, goochelaars. Oh, en soms regelrechte criminelen. Dit is een quote uit het boek, hè? Ik heb programma's, podia, faculty dinners en hotels met hen gedeeld. Al dus Jim. Ik kan goed schrijven, dat is zeker zo. En Peter, die verderfelijke rol van Big Pharma en de tijd van snoepreisjes en leuke extraatjes, is dat niet een beetje voorbij al? Nou, dit verhaal, deze stelling zoals je die nu voorleest, die herken ik volledig, maar wel van een paar jaar geleden. Een paar jaar maar? Nou ja, 2. Nee. Maar toen ik zelf promoveerde, laten we zeggen rond 2000 was dat of iets daarvoor. 20 toen was jaar dat, geleden. Was dat wel echt aan de orde van de dag. En dat is geleidelijk aan, stap voor stap, is dat wel grotendeels verdwenen. Maar nog steeds is er natuurlijk een behoorlijke invloed van industrie op allerlei slinkse manieren. Dat moeten we niet ontkennen. Nou ja, het is nog steeds wel zo dat congressen draaien, dat staat ook in het boek, die draaien op de sponsorinkomsten van de industrie. Het is niet zo, althans ik maak het niet meer mee, dat je gefeteerd wordt met dat de hotels betaald worden, et cetera, en dat, voor diners. Maar ondertussen is er natuurlijk wel invloed. Tegelijkertijd kunnen we ook niet zonder de industrie. Hè? Want als ik voor mijn eigen vakgebied IC spreek, we hebben de industrie nodig om te innoveren en weer beter te worden. Dus dat is wel een spanningsveld. Maar je moet toch als arts
En dat zeg ik ook altijd tegen de mensen die ik opgeleid heb. Je moet zorgen dat je daar zo objectief mogelijk in blijft en zo min mogelijk laat verstrengelen. Ja, en a gift is never a gift. En die industrie heb je nodig voor innovaties. Dat betekent voornamelijk onderzoek, maar ze hebben geen vinger in de pap in wat wordt voorgeschreven. En ik kijk inderdaad even Febe aan. Merk jij dat bijvoorbeeld dure medicijnen voor kleine patiëntengroepen, heb je het gevoel dat de industrie daar een grote vinger in de pap in heeft bij jullie? Nou, in de oncologie, hè? Ja, kijk, we handelen natuurlijk als dokters en specialisten in de oncologie en de hematologie allemaal op basis van richtlijnen die voortkomen uit heel veel wetenschappelijk onderzoek. Ja. En dat heeft een heel proces doorlopen natuurlijk met allerlei fases van onderzoeken voordat een middel aantoonbaar effectief of een gezondheidswinst geeft voor de patiënt. Dus laten we vooral niet twijfelen aan de enorme body van wetenschap en bewijs wat erachter ligt voordat we iets in de medische praktijk brengen. En ik denk dan nog maar eens te refereren naar de Nederlandse oncologen die eigenlijk als koplopers in de wereld nu het heft in eigen handen nemen om te zeggen, deze middelen zijn misschien wel goedgekeurd en veilig geacht en op de markt gebracht, maar vinden wij niet bijdragend genoeg voor onze patiënten en gaan we het toch niet voorschrijven. Ik refereer naar de Pasquill-criteria die de beroepsgroep heeft ingevoerd om strenger nieuwe middelen te beoordelen. Hoe heette die criteria, zei je? De Pasquill-criteria. Pasquill. Okay. Dus dat heeft de beroepsgroep zelf ingevoerd om te zeggen, nou, de farmaceutische industrie heeft met hun mooie trials nieuwe middelen op de markt kunnen brengen. Maar wij, door met onze eigen criteria, met belang van de patiënt op nummer 1, 2 en 3, kiezen ervoor om die middelen toch niet in de praktijk voor te schrijven. En die criteria gelden voor alle specialisten, zeg je? Of voor de oncologen. En voor dus middelen voor oncologische ziekte, voor kanker, ja. Sjoerd, zijn er nog meer van dit soort criteria voor andere specialisaties? Nou ja, ze zouden eigenlijk voor alle vormen van zorg moeten gelden. Ja. En kijk, de geneesmiddelen wat dat betreft, die hebben een striktere regulatie. Zeker de dure geneesmiddelen. Die worden ook formeel getoetst voordat ze verzekerde zorg, als verzekerde zorg worden beschouwd. En zelfs dan kan je nog de discussie voeren, inderdaad, kunnen we dat niet nog gepaster doen? En moeten we wel 2 jaar behandelen? Of kan het een half jaar? Of kan het met een halve dosis? Dus dat soort vraagstukken zouden we eigenlijk gewoon standaard moeten doen. Dat is natuurlijk ook het verhaal van Gabe Sonke. Ja. Maar heel veel zorg ontstaat doordat we het gewoon toepassen. En dan wordt er niet formeel getoetst. En dat is wat ik net probeerde te zeggen. Dat het systeem is er niet naar waarin het toetsen van de effectiviteit van zorg normaal is. Dus het is veel makkelijker om gewoon een bepaalde behandeling te geven aan een patiënt en dat te blijven doen, dan dat het is om te onderzoeken wie er nou baat heeft bij die statines. Dat is niet iets wat wij standaard doen. Hè. We hopen maar dat dat gebeurt. Het zal niet door de industrie gesponsord worden. En als dat onderzoek niet gebeurt, ja, dan blijven we die statines gewoon geven aan die 20 mensen. Maar hoe mensen. Kan het dan dat er bij de oncologen wel criteria zijn? Dus ik vind het een heel mooi contrast wat we hier hebben. Zeg maar dus hoe het 20 jaar geleden was, werd je gefeteerd op een feestje op een boot. Ja. En nu zijn we zover, en dat is een hartstikke goede ontwikkeling, dat we veel kritischer zijn op basis van wetenschappelijke onderbouwing. Dat we zeggen, nou, dit heeft gewoon geen baat voor patiënten. Laten we het dan ook vooral niet doen. Want dan schaadt het die patiënt, het schaadt ook nog de middelen en de mensen die we ervoor inzetten. Maar dat is wel echt ik vind dat contrast eigenlijk wel mooi. Dat is wel een grote verandering. Ja, maar jij misschien bent daar heel voorzichtig in eigenlijk. Misschien komt dat contrast een beetje omdat in de wereld van de oncologie en de hematologie weten we dat behandelingen ook een prijs hebben in de zin van dat ze heel intensief zijn en veel bijwerkingen geven. En dat je sneller met de patiënt samen een afweging maakt. Gaan we dit doen? Ja. Samen. En schaden we misschien nu niet mogelijk. Ja. En in het geval van protheses, nieuwe heupen, hartkleppen en pacemakers is misschien hebben we een beetje met onze eigen vloek van de vooruitgang in de medische wereld te maken dat we, zodra het eenmaal kan, durf je niet meer, of durf je misschien moeilijker af te wegen om het niet te doen. En dan kom je eigenlijk, denk ik, in het gladde ijs van indicaties wel of niet. Ja. En dat vereist durf, denk ik, in deze tijd om bij mensen van een bepaalde leeftijdsgroep of kwetsbaarheid terughoudend te durven zijn. Ja. Dank, herken jij dat? Ja, nou, ik denk ook dat wij hebben in Nederland echt een uniek systeem in die zin dat we
ten opzichte van andere landen, wij hebben gewoon geen echte private tak. We hebben eigenlijk alleen een publieke gezondheidszorg. Dus we behandelen niet alleen de patiënt die voor ons zit, maar we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om alles betaalbaar te houden voor de maatschappij. We weten dat de helft van de zorgkosten gaat naar 65+. Een kwart van de zorgkosten gaat naar 1% van de Nederlanders, veelal in het laatste jaar van hun leven. Dat zijn heel veel van deze patiënten die heel veel geld kosten, even tussen aanhalingstekens. Dus we kunnen het ook niet veroorloven om te zeggen van, nou ja, laat maar gaan. Want we hebben nog meer wat we willen vergoeden, wat we willen betalen. Dus dat, vanuit die positie moeten we denk ik ook wel. Ja, ik zag jou al. Ik ken het heel erg. Ik denk ook dat het heel erg nodig is dat we meer keuzes gaan maken. En het is dus heel mooi dat dit soort voorbeelden ontstaan. Dus we zijn wel op de goede weg, maar het moet denk ik nog wel een beetje sneller. Hoe zou je dat kunnen versnellen dan? Nou, nog één ding. Wat ik heel erg herken van jou is dat je als medicus met je behandelingen, dat is ook bij kankerpatiënten zo, maar is ook op de IC, zodat je ook leed toevoegt. Door mensen op de IC op te nemen, aan de beademing te leggen, angst, pijn, machteloosheid, onzekerheid. Dus je voegt ook leed toe. En dat moet je wel afzetten tegen het potentiële winst die je boekt. Maar als iemand toch overlijdt op die zee, dan is dat allemaal voor niets toegevoegd leed. Dus dat is wel een besef wat steeds meer doordringt, waardoor ook die keuzes wel beter gemaakt worden, vind ik de laatste tijd. En dat geldt ook voor de oncologen, gelukkig. Ja, en zeker denk ik dat we als met onze Nederlandse nuchterheid in vergelijking met andere landen best wel voorlopen in durven iemand in de laatste levensfase of in een situatie waar lastig van te genezen is, laat ik het zo zeggen, durven te zeggen, misschien moeten we iemand een waardig sterven gunnen en gaan we niet strijdend tot het einde. Mm-hmm. En dan, ja, dat herken ik. Is dat Nederlandse nuchterheid? Wordt het gedeeld door heel meer iedereen? In vergelijking met, nou, met misschien ook andere culturen, maar zeker in de coronatijd hebben we dat denk ik gezien. En hoeveel mensen misschien niet naar de intensive care zijde te willen gaan. In vergelijking met in Italië gingen heel veel oudere patiënten nog richting de intensive care. Ja. In Duitsland ook. Daar hoor je ook, gaan mensen eigenlijk altijd tot het gaatje. En durft niemand te zeggen, en nu is het niet meer in verhouding. Ja. Want dan moet op een gegeven moment iemand de stekker eruit trekken tussen aanhalingstekens. En dat vinden ze daar heel ongemakkelijk. Dat willen dokters niet. Ja. Dus gaan ze maar door en door en door. Ja, precies. Oké. Okay. Ik heb nog één onderwerp wat ik even op tafel wil leggen. Eén stelling ook. En dat woord had ik nog nooit van gehoord voor deze avond. Jullie ongetwijfeld wel, jonge klaren. En klaren is een woord waar ik het over wil gaan hebben. En er hoort een stelling bij. Mijn persoonlijke schatting van het aantal werkloze medisch specialisten zonder vaste baan of in een baan anders dan waarvoor ze zijn opgeleid is 600. Zij verlaten gefrustreerd hun vak, terwijl de welgevestigde medisch specialisten nog onverminderd productie draaien. Werkloze jonge artsen, Danke. Ik wilde met jou beginnen, want in het boek beschrijft Rekers ook dat veel jonge dokters werkloos thuis zitten. Dat is ook een uitwas van dit systeem. Daarom past dit onderwerp, wat een beetje vreemd lijkt, toch bij dit onderwerp van het panel perverse prikkels. Want we leiden dokters op omdat het ziekenhuizen geld oplevert, staat in het boek. Maar we hebben ze eigenlijk niet nodig. Is dat een probleem wat jij herkent? Heb je er wel eens ook over geschreven? Ja, ik heb er wel eens over geschreven. Ik ben getrouwd met een medisch specialist die sinds 2 jaar klaar is als gynaecoloog. Gelukkig vanaf 1 januari een vaste plek in het Bovenijziekenhuis in Amsterdam. Dus we kunnen ergens wortel schieten. Maar ik weet vanuit zijn positie ook dat je, als je klaar bent en zo hard hebt gewerkt en zoveel hebt gebuffeld en vooral dat laatste opleidingsjaar eigenlijk gewoon poli na poli wegramt en op een gegeven moment, nou Joris, bedankt, u kunt weer gaan. Dat echt wel een heel hard gelach is. En je merkt wel de laatste tijd. Ik heb op een gegeven moment een column geschreven in de Volkskrant. Met ook hulp van Marijn Houwert, dat is opleider chirurgie in het UMC. Die ook heel kritisch daarover is. Maar vanuit mijn positie is het soms wat makkelijker om dingen te zeggen. Want ik heb niet een communicatieafdeling of een raad van bestuur die mij op de vingers kijkt. En daarna is er eigenlijk een golf aan artikelen gekomen. Toen ook in de Groene Amsterdammer en ook in Arts en Auto. En er zijn veel meer mensen naar buiten gekomen van wat doet dat nou eigenlijk met je? Ja. En hoe voelt dat nou, hè, om zo opgeleid te worden en eigenlijk gewoon een
perfect kundig specialist te zijn en niks fout te hebben gedaan en goed communicatief vaardig en vervolgens niet die plek te krijgen die je zo graag wil. Ja. En daar zit zeker een prikkel in, een prikkel tot opleiden in, die ook Jim heel terecht beschrijft. Er wordt gewoon verdiend aan het opleiden van AIOS. Mm. Daarbij draaien ze op productie, dus in die zin verdienen ze zichzelf dubbel en dwars terug. Dat is een probleem. En ik denk ook dat dat vanuit de beroepsgroepen, bijvoorbeeld vanuit de heelkunde, was op een gegeven moment ook en die wilde eigenlijk een rechtszaak aanspannen tegen het capaciteitsorgaan. Want jongens, we moeten echt stoppen met mensen voor werkeloosheid opleiden. Dus je merkt wel dat vanuit de beroepsgroep komt er wel een rem op. Ja. Maar de minister die lijkt toch ook wel te denken, nou, overschot, nou, maar gaat de prijs omlaag. Maar zo werkt het niet. En dat blijkt nu wel. Ja, ja, ik kom straks. Ik wilde eerst even aan jou vragen of jij dat herkent als jonge arts. Ja, helaas hoor ik dit heel erg veel. Dat ook onder AIOS, de artsassistenten in opleiding tot specialist, dat ze bijna klaar zijn. En dan? Wat voor toekomst wacht je dan? Chef de kliniek, westen van het land, naar het oosten, naar alle windregio's. En vervolgens nergens aan een vaste baan komen. Het rapport van de Nederlandse internistenvereniging over dit probleem is net gepubliceerd en zegt dat 32% van de jonge klaren heeft na 3 jaar nog geen zicht op een vast contract. Dat is echt fors. Maar zij dragen een aantal andere oorzaken aan dan, denk ik, is wat Jim Rekers beschrijft. Want ik denk dat dit voorbeeld wordt aangekaart in het plaatje financiële prikkels weer voor het ziekenhuis. Ja. En inderdaad, een ziekenhuis krijgt €140.000, geloof ik, voor een artsassistent. En dat is een soort black box, meen ik. Waar dat geld precies aan wordt uitgegeven, is geloof ik mij in ieder geval niet helemaal duidelijk. En daar maakt belangenvereniging als de jonge specialist maken zich echt daar hard voor. Van jongens, wij willen meepraten over waar dat geld aan wordt besteed. Ja. Maar ik denk voor het overschot van de artsassistenten of voor de jonge klaren op dit moment zijn ook andere oorzaken die daarin meespelen. Namelijk, Danka noemde het al, meer opleiden leidt tot uiteindelijk meer concurrentie en goedkopere zorg, was de overtuiging, denk ik, vanaf minister Schippers. Mm-hmm. Tel daarbij op het hoofdlijnenakkoord wat in 2018 is getekend voor 0% groei. Dat ondertussen weten we allemaal dat de zorgvraag enorm is gestegen. Maar we mogen niemand meer aannemen, want we hebben allemaal ondertekend dat we 0% zullen groeien. Dat helpt natuurlijk niet mee. En dan tot slot denk ik ook nog de effecten van de coronacrisis die veel ziekenhuizen toch in financieel zwaar water hebben gebracht. Waardoor vacatures worden vertraagd of voor kortere duur worden uitgeschreven. En dat zijn denk ik de echte oorzaken die hieronder liggen. En dat maakt dat we nu met een overschot zitten. Maar dat gaat een beetje in fases. En het is altijd makkelijk om nu terug te kijken, dat hadden we anders moeten doen. Maar als een financiële prikkel voor ziekenhuizen de enige reden was geweest voor dit probleem, dan hadden we waarschijnlijk continu wel een overschot gehad. Dus ik geloof niet dat de enige is. Oorzaak is. Wilde jij daar nog wat aan toevoegen aan deze cijferkanon? Indrukwekkend dat je zoveel cijfers weet. Ik ben Paul Verschuik, vaatchirurg in Arnhem. Ik denk, VB heeft een beetje eigenlijk al verteld wat ik wilde vertellen. Het is natuurlijk allemaal begonnen met... Dan doe je het niet nog een keer, hè? Nee, okay. Nee, maar met het capaciteitsorgaan. Die hebben willens en wetens, leiden die veel te veel medisch specialisten op. Ja. Dat is gewoon vanuit Den Haag met de marktwerking om zo inderdaad die kosten te kunnen drukken. Dat werkt niet. We hebben inderdaad namens de Nederlandse Vereniging van Heelkunde proberen om daar juridisch wat aan te doen. Dat wordt gewoon weggewuifd. Door wie? Door de minister? Door de minister. En die zegt, je moet gewoon zoveel opleiden, want wij bepalen hoeveel er worden opgeleid. En nou zitten wij met z'n allen met gebakken peren. Allemaal medisch specialisten, echt dramatisch, die niet aan werk komen, die naar het buitenland gaan, andere banen, hele gezinnen gaan eraan kapot. En wie krijgen de schuld? De medisch specialisten. Want dan zegt Jim, hè, die gevestigde medisch specialisten die onverminderd productie draaien. Dat is natuurlijk een volledig onzinnige opmerking. Ja. Dat weet Jim ook wel. Daar gaat het niet om. Maar die medisch specialisten hebben daar geen invloed op. Ja. Wel op de aanname. En dan zal ik het nog sterker vertellen. Wij als vrij gevestigd, ik ben nu vrij gevestigd, 6 jaar in loondienst. Wij hebben meer mensen aangenomen de afgelopen 4 jaar met 5 uitgebreid. Er was in loondienst nooit gebeurd. Want dan moet de manager gaat dan bepalen of er een uitbreiding komt. En die moet dan 2,5 ton per medisch specialist. Juist. Dus, dat doe ik niet. We moeten bij de minister zijn. Ja. En nou, ben benieuwd of de rest... Dankjewel voor je reactie. De minister zit hier helaas niet aan tafel. Dat zou helemaal fantastisch geweest zijn als ze daar nog zat. Maar ik
Ik kan het wel vragen aan mijn andere twee tafelgenoten die ik over dit onderwerp nog niet aan boord heb gelaten. Want wat is nou een alternatief voor die productiegedreven zorg? Is dat terug naar het ziekenfonds? Of ik ben een beetje, probeer ik dit hele onderwerp ook hiermee af te ronden. Voordat ik onze auteur Jim aan het woord laat. Ja, wil je dat ik daar wat over zeg? Ja, graag. Ja. Kijk, ik denk dat dokters zijn net mensen. Dat is zeker zo. Dus het veranderen in een systeem waarin iedere verandering die je doet eigenlijk je tegenstaat, dat is vrij onmenselijk. Dus we weten ook allemaal hoe we nog een veel groter probleem kunnen oplossen. De planeet redden. Ik weet niet wie er vandaag al met de auto is. Of wie er nog vlees eet. Dus kennis alleen maakt niet dat mensen veranderen. En als het dan ook nog eens extra ingewikkeld is, lees het inkomen van het ziekenhuis gaat achteruit, of zelfs van jezelf, dan vind ik het een vrij opgelegde iets dat je van dokters zou mogen verwachten dat ze dat van zichzelf doen. Dus dat vind ik niet terecht. Het is niet zo dat je denkt, het zijn dokters, die moeten gewoon het beste doen voor patiënten. Maar als alle prikkels om je heen, en die opleidingsprikkel zit daar natuurlijk ook voor een deel in, als die het veranderen van je gedrag bemoeilijken, dan vragen we nogal wat van deze mensen. Ik denk niet dat het zo eenvoudig is dat we, als we zeggen, we halen de productieprikkel eruit, dat het dan allemaal vanzelf gaat. Maar het is in die zin voor mij wel een vrij grote belemmering om überhaupt te kunnen veranderen. Die productieprikkel, daar eigenlijk wel iets mee moeten. Alles wat draait om dat als je iets minder gaat doen, want daar gaat het dan vaak over, dat dat een negatief effect heeft op het ziekenhuis, op je vakgroep, op je eigen inkomen, ja, dan is het niet zo gek dat dat niet vanzelf gaat. Dus dat moet anders. En er zijn ook heel veel voorbeelden. Ik hou ook meer van het positieve verhaal, waarbij als je dat inderdaad eruit haalt, dat dan die verandering veel sneller gaat. Kijk, Peter. Nou ja, kijk, het klopt dat een maatschap of een MSB, zoals dat tegenwoordig vorm is gegeven, dat die een bepaalde hoeveelheid geld heeft en dat wordt verdeeld onder de medisch specialisten in dat MSB. En als je die formatie uitbreidt, ja, dan blijft er dus per persoon minder over. Dus dat is ook niet zo vanzelfsprekend dat je dan gaat denken van, nou, er zijn veel werkeloze collega's, laat ik er nog een paar bij nemen. Dus dat is één. Het andere is, als het gaat over productieprikkel en concurrentie, het is, het wordt best stevig ook in het boek, maar ook in andere debatten weerstand geven tegen concurrentie in de zorg. Ik denk dat je daar wat voorzichtiger mee moet zijn. Concurrentie is prima als het de prijs verlaagt en de kwaliteit verhoogt. Als het volume daardoor omhoog gaat, dat is een ander verhaal. Want daar zitten we, dat is het probleem, dat we een te groot volume aan zorg draaien. Maar aan zich, effecten van concurrentie op prijs en op kwaliteit is niet verkeerd. Dus het afschaffen van concurrentie in de zorg is niet een panacee voor alle problemen. Dat zie je ook in zorgstelsels, zoals in Engeland of in Portugal. Voor de chronische zorg is het misschien minder. Ja, je kan in een aantal delen van de zorg zou je daar wel op moeten ingrijpen, denk ik. Om die volumegroei te beperken en de prijs wel laag te houden en de kwaliteit hoog te houden. Maar dat zal je heel precies, moet je daarop ingrijpen. En niet in het algemeen roepen, concurrentie is niet goed in de zorg. Nee, buk. Nou, ik ben heel benieuwd, Jim. Ik loop er even naar je toe, want je hebt natuurlijk geen microfoon meer. Ja. Maar even, zou jij inderdaad even op alles wat gezegd is over die perverse prikkel, jouw alle reacties even tot je willen nemen? Ik zal een paar dingen zeggen. Om te beginnen, de stellingen. Het is zo, als je zachtjes op de deur klopt, dan doen ze niet open. Dus je moet dan toch wel een beetje hard kloppen, wil je gewoon iets bereiken. En natuurlijk, een beetje de hyperbol zit er wel wat in. Maar in mijn geval, en dat zal ik ook naar jou uitleggen waarom ik er toch iets anders in sta. Eerst wou ik je tegen Danka zeggen. Ik ben het 100% met je eens. Toen ik het boek aan het schrijven was, en mijn vrouw kan erover getuigen, de hele tijd dacht ik, ben ik niet bezig wappies te voeden? Ben ik niet bezig onrust te zaaien in de zorg? Ben ik niet bezig om patiënten onzeker te maken over de zorg? En dat heb ik eigenlijk constant in mijn hoofd gehad terwijl ik dat schreef. En heel vaak gedacht van, ik heb een paar keer in het boek geschreven echt van dat ik er heilig van overtuigd ben dat de artsen een stinkende best doen elke dag. Dat elke dokter zich volledig voor die patiënten. Dat staat er ook een paar keer in, omdat ik elke keer dat gevoel had van, ik ben eigenlijk ook mensen die al angstig zijn voor de zorg of wantrouwend zijn aan het voeden. Dus ik weet het en ik realiseer me dat en het zit er zeker in. Maar het is niet de bedoeling geweest. Maar ik weet het dat het er toch onbewust. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Mensen pikken toch dingen op die allemaal in hun eigen kraampje te pas komen. Dus, maar ik ben het met je eens. Dat is een risico en dat heb ik me gerealiseerd. Maar het is niet anders.
Je hebt ontzettend mazzel. Jij zit namelijk in de farmakant, zou ik maar zeggen. In de oncologiekant. Sowieso, de oncologie heeft dat perfect geregeld. Jullie zitten niet met een deur dicht met een patiënt. Jullie hebben multidisciplinair overleg. Jullie overleggen met alle disciplines. Dat komt in ontzettend veel specialismen niet voor. Of dat begint nu langzaam te komen. Maar de meeste dokters zien nog steeds een patiënt met de deur dicht. En zien die patiënt één op één. Zo gaat dat tegenwoordig nog steeds heel vaak. Jullie hebben echt een uitzonderingspositie. En de tweede verschil is tussen jouw vak en mijn vak. Ik zat in de devices, in de stents, in de hartkleppen en al dat soort dingen. En dat is een totaal andere wereld dan de oncologiewereld. Daar gaat het echt voor de industrie alleen maar om productie, productie, productie. En zoveel mogelijk stents verkopen en zoveel mogelijk dokters klaarstomen om bij al die patiënten maar weer in benen en in coronaire arteriën allerlei stents te plaatsen. Terwijl de evidence die erbij hoort, komt echt allemaal van de industrie vandaan. En dat is echt een groot verschil met de oncologie. Dat is echt, dat kan Sjoerd misschien ook wel getuigen erover. Dat is echt een verschil, vind ik. Dus in dat opzicht zit jij gelukkig in een vak waar er veel meer wordt nagedacht en de industrie weliswaar invloed heeft, maar zeker ook buiten de deur gehouden wordt. Maar in die devices, absoluut is dat niet zo. Wat jij zegt over die statines, ja, je moet 20% behandelen, wil je één hartinfarct voorkomen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar daar is een keuze, die moet je ook maken. Het is zo, en dat weet ik persoonlijk van mezelf ook. Ik bedoel, ik heb een heel klein beetje hoge bloeddruk. En dan kom ik bij de internist en die zegt dan tegen mij, ja, eigenlijk zou je ook misschien wel statines willen hebben. Ik zeg, ja, maar mijn cholesterol is normaal niet. Ik zeg, ja, maar het is toch bewezen dat als je op een bepaalde leeftijd, begrijp je, dan hoor ik het verhaal van de industrie, denk ik. Ja, wat is nou het bewijs dat ik het zou moeten gebruiken terwijl mijn cholesterol normaal... Maar ik geef je de kosten, mensen die het allemaal gebruiken, statines, terwijl ze een normaal cholesterol hebben. Gewoon omdat er studies door een industrie zijn die dan toch weer op een of andere manier een voordeel aantonen. Dus je moet daar een beetje... Ja, het is een discussie. Daar moeten we, en ja, wat Sjoerd zegt, we zijn het vaak heel erg eens, hoor, nu ook wel weer. Wat ik, maar? Ja, nee, niet maar. Dat is één ding. En dat heb ik ook wel eens eerder gezegd. Ik vind ook als dokter, en dat merk ik aan tafel, je moet altijd twijfelen. Ik heb de hele dag, als ik dokter was, twijfelde ik. Ik was nooit onzeker. Ik was heel zeker. Ik wist wel wat ik wil. Maar altijd twijfelen, twijfelen, twijfelen. En ja, ik zie heel veel dokters die twijfelen nooit. En die weten precies wat ze moeten doen. En dat is een mentaliteit. Ja, dat vinden wij allebei. Dat moet gewoon... Dat moet die, echt die twijfel lees ik niet in uw boek. Nee. Wat? Die twijfel lees ik niet in uw boek. Over mijzelf? Ja. Ik ben best wel kritisch over mezelf. Ik zeg best ook wel dat ik sirenes heb horen zingen. En dat ik me toch wel wat makkelijker met de industrie naar congressen heb laten verplaatsen. Dus ik ben daar toch ook wel kritisch over mezelf. Zeker in retrospect. Ja, dat is gewoon zo. Oké? Oké, ja, goed, dank. Mag ik kort iets terug zeggen? Kort reageren. Bedankt voor de reactie. Ik hoop niet dat de bedoeling was dat beschrijven dat wij uit andere werelden komen. Dat we in andere velden opereren. Want uiteindelijk zorgen wij natuurlijk allebei voor dezelfde patiënt. En ik ben heel blij dat ik desondanks dat ik niet uit de devices kom, aan tafel mag zitten om ook deze andere wereld te vertellen. Want het is toch wel degelijk een verschil tussen kritisch zijn of cynisch zijn. En een aantal voorbeelden zijn misschien eerder een beetje cynisch. En ik hoop dat de patiënten en alle mensen die luisteren in het publiek ook van de kritische noot overtuigd zijn, maar ook van de goede voorbeelden in andere werelden in het ziekenhuis. Ik heb toch één ding op zeggen. Dankjewel. Dat is toch wel... Kijk, als je in de oncologie zit, en dan zit je mee, ja, dan heb je met dood en leven te maken. He? Is toch zo? Terwijl, het vak waar ik in zat, ging het voornamelijk over kwaliteit van levensziekte. En dat is toch een andere categorie van mensen en een andere categorie. Dus daar moet je ook weer onderscheid in maken, denk ik. Kwaliteit van levensziekte is... Daar kun je anders over denken. En daar wordt veel geld aan verdiend door de industrie, kan ik zeggen. Laten we daar verder over aan praten bij de borrel. Het is hoog tijd om afscheid te nemen van Phoebe Smit en Sjoerd Repping voor nu. Dus dank jullie wel voor jullie deelname. En ik nodig graag Jim Rekers uit om zijn tweede pleidooi te houden. En dit keer over de medische omerta. The floor is yours, Jim. Dank je wel, Desiree. Ik weet nu al dat een aantal mensen niet met me eens zullen zijn, heb ik al begrepen.
Maar het boek gaat ook een deel over de zwijgcultuur. En ik denk, het zijn toch heel veel dokters die ik spreek en die dat kennen. En ik zal een voorbeeld noemen, het is een beetje een flauw voorbeeld, maar het zijn de cardiologen in de Isola-kliniek die heel veel pacemakers, veel te veel pacemakers plaatsten. En via allerlei handige constructies met de industrie daar behoorlijk veel geld aan verdienden. Overigens, er zijn tientallen voorbeelden in Nederland te verzinnen, die zou ik wel kunnen opnoemen, maar dat ga ik maar even niet doen, waar hetzelfde aan de hand is, maar die hebben de pers nog niet gehaald. Maar wat er dan gebeurt is het volgende. Dan worden die interventiecardiologen in Zwolle, die worden dan publiekelijk aan de schandpaal genageld. Blaming en shaming. Maar dat lost natuurlijk helemaal niks op. Want het fundamentele probleem, en daar gaat het boek ook voor een deel over, is dat de rest van de maatschappij in Zwolle, en dat is de meerderheid van de maatschappij, zijn collega's hier niet over heeft aangesproken. En natuurlijk hebben die collega's dat ook allemaal gezien. En er zijn meer artsen in het ziekenhuis die hebben gezien, en die hebben allemaal hun mond gehouden. En zolang iedereen zijn mond houdt, ja, die medische omerta, kunnen dit soort dingen gewoon doorgaan. En er is dus, vind ik zelf, en dat heb ik heel veel ervaren, geen echte cultuur van zelfreiniging. Waar komt dat nou vandaan? En ik heb er lang over nagedacht. En ik denk dat het komt uit het groepsdenken. Als je dus die zwijgcultuur wilt begrijpen, dan moet je dus niet gaan kijken naar het gedrag van die individuele dokter, maar dan moet je veel meer naar die groep gaan kijken, die medisch specialistengroep. En dat is denk ik veel belangrijker. Er is een boek van Irvin James uit 1982. Dat heet Groupthink. En die noemt een aantal kenmerken van dat groepsdenken. En dat zie ik eigenlijk, als ik ga nadenken, ook weer terug in die medisch specialistengroep. Zo hebben leden van een groep heel vaak het idee dat ze onkwetsbaar zijn, omdat ze weten dat de groep hen altijd zal beschermen. En als gevolg hiervan nemen sommige mensen in zo'n groep onverantwoorde risico's. En bij artsen, bijvoorbeeld die dokters in Zwolle, die hebben natuurlijk een enorm risico gelopen door het niet aan de directie te melden en wel dit soort handelingen te verrichten. Maar ze weten zich gewoon gedekt door de rest van de groep. Het is ook belangrijk dat voor de coherentie van de groep, dat iedereen een collectieve mening heeft. En die mening hoef je niet eens actief, maar die kun je ook passief ondersteunen. Bijvoorbeeld, ik schrijf in mijn boek een hoofdstuk over de totaal onzinnige behandeling voor MS. Dus het was een compleet idiote behandeling. Maar die wordt collectief ondersteund, passief of actief. En daardoor gaat zo'n behandeling viraal. En er is geen enkel tegengeluid. En over de hele wereld worden klinieken geopend. Nu is het weer voorbij, want iedereen ziet nu alleen dat het onzin is. Maar die coherentie in een groep is heel belangrijk. En die collectieve mening is heel belangrijk. Wat je ook ziet in zo'n groep, en ook in zo'n artsengroep, is het omarmen van een collectieve moraliteit, waarbij ethische consequenties worden weggeredeneerd. En dat is ook typisch voor groepsdenken. De moraliteit van de groep bij het aanbieden van onzinnige zorg is dat de zinnigheid van de behandeling nu nog niet wetenschappelijk bewezen is. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze onzinnig is. Misschien onthouden wij de patiënt wel een hele goede behandeling, die straks, als de wetenschap wat verder is, blijkt wel heel goed te werken, over 5 of over 10 jaar. En vaak, mensen die zo redeneren, die zeggen dan ook nog vaak achteraan dat cliché van dat er voor parachutespringen ook geen gerandomiseerde studie is. Nou, die is er trouwens wel, maar dat is even los hiervan. Ook het creëren van negatieve stereotypen buiten de groep is belangrijk voor de stabiliteit. Ook dat zie je bij artsen. Veel chirurgen noemen mij als interventieradioloog handige jongen, plaatjeskijker, maar geen echte dokter. Heb ik heel vaak gehoord. Nou, is dat andersom ook zo, hoor. Want als u mijn boek leest, dan schrijf ik ook over een chirurg in het hoofdstuk De dokter drinkt geen bloemen. Dus het is een beetje vice versa. Maar het is heel goed voor de groep om stereotypen te creëren die je gewoon lekker, waar je de groep sterker mee maakt. En een ander belangrijk kenmerk is de neiging tot zelfregulatie. Ook, het is ook weer om de sociale identiteit van de groep te behouden en te bewaken. En bijvoorbeeld het register waarin de relaties en betalingen tussen artsen en industrie staan, is zelfregulatie. Het is een afspraak tussen de industrie en de artsen. Daar heeft de overheid niks mee te maken. Daarom kon de minister ook dus niet ingrijpen, hè? Maar ook afhandeling van klachten en medische fouten. In principe is het allemaal zelfregulatie. Zelfs nascholing, de CMI-punten, is niet door de overheid opgelegd, maar eigenlijk is het ook allemaal zelfregulatie. Zo bij sociale groepen met een gemeenschappelijk doel is het belangrijk dat de groepsharmonie verzekerd blijft. Groepsleden is mijn ervaring, maar sommigen hebben, ik hoor jonge dokters, schijnt het gelukkig wat beter gaan, spreken elkaar liever niet aan op moreel of ongewenst gedrag. Gewoon om ook conflicten en harmonie in de groep te behouden en conflicten te vermijden. Het aanspreken op onzinnige of onnodige zorg wordt als bedreigend ervaren. Kijk alleen maar, ik heb iets gezegd over die onnodige baarmoederverwijdering.
stelling. Nou, ik heb een hele bak boosheid over mij heen gekregen, omdat ik iets gezegd had wat ik schijnbaar niet had mogen zeggen. En het gevaar van dit groepsdenken is dat er dus nooit discussies zijn en nooit over misstanden en onethisch gedrag wordt gesproken. Alleen om de eenheid van de groep te beschermen. En ik ben bang dat die groepsdenken gewoon een enorme rem is, met het gevolg dat het zorgsysteem nauwelijks natuurlijke evolutie of vernieuwing vertoont. Ik hoop dat ik me vergis. Ik hoop ook dat jonge dokters, en ik kreeg net al de indruk dat het toch wel zo is, beter bereid zijn om dit te doen. Maar er zijn nog heel veel plekken waar dit niet gebeurt. Laatste voorbeeld. Nadat ik 10 jaar geleden op een groot Amerikaans congres die onzinnige MS-therapie, dat staat die in mijn boek staat, is vergeleken met kwakzalverij, ben ik nooit meer op een Amerikaans congres uitgenodigd. En er zijn nog steeds collega's, en mijn vrouw kan ervan getuigen, die mij gewoon, als ik ergens ben, compleet negeren. En de groepsdenken is toch wel een heel belangrijk aspect waar we ook eens over na moeten denken, hoe we dat kunnen veranderen. Dus blaming en shaming van de dokter, dat is niet wat over gaat. We moeten eigenlijk dat denken gewoon proberen te veranderen om eigenlijk die zorgproblemen bespreekbaar te maken. Dat is eigenlijk de inleiding voor het volgende. Dankjewel, Jim, voor je tweede inleiding. Ik ga gewoon nog een keer aan. Ja. En dan wil ik graag uitnodigen Paul van Schaik bij ons aan de tafel. Ja, ik heb een heel boek meegenomen. Je hebt een boek met allemaal gele briefjes waarop heel veel geschreven staat. Jim, dat is dan ook nog wel. Ja. Ik zal je nog even introduceren. Jij bent vrijgevestigd vaatchirurg in het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem. En voor de niet-medici onder ons, dat betekent dat u niet in loondienst bent van het ziekenhuis, maar u heeft ingekocht in een maatschap met andere chirurgen. Ja, een maatschap waar Jim ook het hele boek over heeft, die bestaan al niet meer. En dat is in 2016 opgegeven, de maatschappen. Dus het zijn vakgroepen, net zoals in de academie. En die vakgroepen zijn lid van een coöperatie of van een medisch specialistisch bedrijf. Dus de naam maatschappen, wat ook wel negatieve. Nou, dat geeft een beetje, want hij geeft heel veel voorbeelden van. Dat geeft een wat negatieve sfeer over toch een beetje old boys network, die alles inderdaad binnenhouden en niet willen praten erover. Vooral voor geld daar zitten. Je gaat meteen los. Ja, goed. Ja, maar dat zijn al die gele memo's. Ja, heel goed. Fijn, want het raakt jou, dat zie ik. Ik heb een slide voor jullie om deze discussie mee te starten. Wat zijn de mechanismen die ervoor zorgen dat deze verborgen medische wereld met zijn eigen regels, codes en omerta al generaties lang kan functioneren? Waarom begrijpt niemand dat zonder transparantie en controle van deze verborgen wereld de zorgkosten nooit beteugeld kunnen worden? En ik wilde even schakelen naar Peter. Die medische omerta, groepsdenken, zwijgcultuur opgeschreven, nooit discussies. Bestaat die eigenlijk? Nou, ook dit punt herken ik. Jij herkent veel, ja. Nou ja, ja. Omdat je lang meegaat ook. Jij hebt heel veel ervaring. Ik zou maar ja zeggen, Peter. Ik ben nu 35 jaar als arts in het ziekenhuis. Ja. Dus ik heb inderdaad wat een en ander gezien. Ik heb het ook zien veranderen. Precies. Maar dit punt is nog niet helemaal opgelost. Dit bestaat nog steeds. Dus de maatschap bestaat niet meer, maar de omerta wel. Nou, twee dingen. Het eerste is, ik herken het. Ik kan heel sumier voorbeeld geven van een keer een melding van ongewenst gedrag die ik gedaan heb over een collega. Nou, daar werd mijn leven in het ziekenhuis niet vrolijker van, kan ik zeggen. Dus dat bestaat nog steeds. Tegelijkertijd, als je het hebt over groepscultuur en als groep functioneren, heeft dat ook wel heel veel, ja, toch wel gunstige effecten in die zin dat je met elkaar als groep ook veel kan bereiken. En dat is bijvoorbeeld ook in de opleiding. We maken zelf onze opleiding als medisch specialist en we controleren die ook. En de kwaliteit ervan, die meten we en daar doen we acties op nemen. Stel je nou voor dat dat door mensen buiten onze beroepsgroep zou worden gedaan. Dat wordt best een lastige discussie. Dus het is ook wel heel goed dat je dat met elkaar kan en doet. Om
maar een voorbeeld geven. En zo zijn er meer dingen die je met elkaar goed kan bereiken. Je zegt de kwaliteit verbetert wel doordat we aan zelfregulatie... Nou ja, tegelijkertijd ook weer op sommige punten niet. Dus het heeft twee kanten. En dat maakt het ook zo moeilijk natuurlijk om daar... Even nog, jij zegt, ik heb een keertje een melding gedaan... en toen was mijn leven niet zeker. Wat zei je nou? Zo sterk zei je het niet. Maar door wie dan? Door je eigen collega's of door de baas van het ziekenhuis? Hoe moet ik dat zien? Ja, iedereen die daarvan wist dat ik die melding gedaan had... Die kende dat gedrag van die collega natuurlijk ook wel. Maar om daar ook echt een melding van te maken... en daar een onderzoek op te laten gebeuren... dat is not done in de beroepsgroep. Dus, en hoe kan dat dan? Waar ligt dat aan? Ja, dat is een goede vraag. Dat is de cultuur die met elkaar wel in stand gehouden wordt. En dat is ook wel wat Jim vertelt. Dat het elkaar aanspreken op gedrag, op ongewenst gedrag... dat is niet gebruikelijk. Ik zeg niet dat het niet gebeurt. En we hebben natuurlijk IFMS-trajecten en we hebben intervisies. Wat is en we IFMS? Hebben, dat is een systeem wat door de medisch specialisten opgezet is... om elkaar ook... te beoordelen of in ieder geval met elkaar in gesprek te gaan... over hoe je als medisch specialist functioneert en in de groep functioneert. Dus daar is wel degelijk is daar het een en ander gebeurd de afgelopen jaren. Maar daar zijn nog meer stappen te nemen. Maar we moeten het ook wel positief zien. Ik denk als je inderdaad 20 jaar geleden bekijkt... met allemaal verschillende kleine maatschapjes... en iedereen opereerde in zijn eigen gebied... dan was openheid en kritiek op elkaar inderdaad volledig uit den boze. Ik denk nu met vakgroepen, grote vakgroepen... dat dat toch veel beter gaat. Ik denk dat de nieuwe generatie dokters... en dan word ik alweer bijna 49, dus we zijn alweer twee generaties na mij... dat die veel meer elkaar durven aan te spreken op gedrag... En wat is er dan in veranderen? Want puur die verandering naar vakgroepen, dat lijkt me sterk. Maar wat is er gebeurd? Nou, ik denk dat met name de nieuwe generatie artsen daar veel opener voor zijn. En veel meer elkaar durven aan te spreken. En waarom? En veel minder op de apenrot staan en roepen van moet je mij eens zien en moet je kijken wat ik allemaal kan. Worden ze zo opgeleid? Ik denk dat de opleiding daar zeker aan mee heeft geholpen. Ik denk dat de co-assistenten die nu bij ons worden opgeleid, die zijn veel mondiger. Je moet buiten gewoon zelfs tot het vervelende af... moet je heel erg opletten of je welk grapje je maakt. Want je kan zomaar dan in één keer iemand uit de universiteit aan de telefoon krijgen... dat grapje toch niet helemaal gepast was. Dus je moet daar een beetje middenweg in vinden. Maar die zijn veel mondiger. En wij zijn, vind ik, in ieder geval als mijn generatie artsen... zijn er ook veel opener in. Wij zijn er niet om mensen 90 uur te laten werken, af te kafferen... waar patiënten bij staan, zoals vroeger toen ik co-schap liep... zeker wel gebeurde, al het werk te doen op de zaal. Dus, en nu is dat... Nee, dat is nu niet fantastisch, maar het is zeker dat het beter gaat. Ja. Ja, is... En dank. Ik heb op een gegeven moment een stuk geschreven, Antrenou heet dat... in Medisch Contact heeft dat ook gestaan, waarbij ik eigenlijk... werd benaderd door... Antrenou is tussen ons. Tussen ons, ja. Waarbij ik werd benaderd door verschillende sitsen. Dus dat zijn eigenlijk specialisten in dienst van de vrijgevestigde specialisten. Uit het ISLA. En die zeiden eigenlijk van, we willen ons verhaal bij jou doen. Want we vertrouwen jou met een collega. Maar we zijn heel zenuwachtig, want we staan in een afhankelijke positie. Hè? Want you don't bite the hand that feeds you. Dat is eigenlijk een beetje ook wat Jim Rekers ook wel beschrijft. En ik ben heel kritisch geweest over het ISLA. En ook het feit dat daar de field moest binnenkomen en de inspectie moest binnenkomen. Eigenlijk om bepaalde dingen aan te kaarten. Nou, aan de hand van die pacemakers die... Mm. Onder andere zijn natuurlijk heel veel problemen daar geweest. En daar hebben we ook een sheet van, volgens mij, over die pacemakers. Hoe dat in het nieuws gebeurt. Want het opvallende was eigenlijk dat iedereen die daar omheen zat... Hè, inclusief de huisartsen zelfs, die hele regio en ook het hele ziekenhuis... wist eigenlijk van dat daar stront aan de knikker was. Mm-hmm. Alleen het moest dus van buitenaf moesten er eigenlijk partijen komen... om dat uiteindelijk aan te kaarten. Dus dan heb ik ook gezegd, hoe kan dat nou eigenlijk, hè? Ja. Komt dat misschien ook door de financiële consequenties voor de rest van de groep? Ja. Want daar hebben ze nu heel erg last van. Ze hebben nu al last van een thoraxchirurgie-operatiekamer die vol continu leeg staat. Omdat de nieuwe aanwas van patiënten af is genomen door de slechte naam. En na die column kreeg ik ook te horen van... ze kunnen jouw bloed wel drinken in het ISLA. Mm. En ze zijn een klopjacht begonnen op het lek. En toen was er toevallig een fellow op het lek. Ja, degene die met mij had gepraat. Ja. Toen was er toevallig een arme fellow daar die helemaal niet met mij had gepraat. Maar die volgde mij op LinkedIn. En die is uiteindelijk gewoon daar even bij de desbetreffende cardioloog moeten komen. En die is behoorlijk... zijn ze tegen hem tekeer gegaan. Dus dat geeft wel aan
hoezeer ze proberen om dat dicht te houden. Ja. Maar daarbij wil ik nogmaals zeggen, dat is een excess. Dat is niet hoe het overal gaat. Altijd, en dat is zo belangrijk. Er zijn altijd rotte appels. En dat wil niet zeggen dat de hele fruitmand rot is. En wat in het ISLA gebeurt, is natuurlijk belachelijk. En cardiologen die daaraan meewerken, dat die op hun BV privégelden laten storten, die moeten gewoon ontslagen worden en uit het registrar worden geschrapt. Ja. Maar dat geldt hetzelfde voor de cardiologen uit Erasmus, hè, die daar universitair werken. Die hadden ook een eigen BV bij Cardiolysis. En daar liet ze ook geld op storten. Dat kan niet, dat mag niet en dat kan je nooit goedkeuren. Maar dat... Dus dat, jij zegt dat is niet exemplarisch voor de voor alle maatschappen? Nee, die zijn er niet. Je zegt even heel bouwt, hè? Ja. Nee. Maar ik wil wel zeggen, het is ook niet juist om het te wachten. Wacht. Naar een klein incident. Ik ga het even... Ik loop er ook al heel lang mee in de zorg, echt heel lang. Het is van alle tijden en van alle jaren dat er soms her en der in de zorg, in ziekenhuizen of in instellingen, gewoon dit soort misstanden naar boven brengen. En dat blijkt iedere keer weer uit dat de sector onvoldoende in staat is om zichzelf te corrigeren. Nee. En ik ga heel erg mee dat het overgrote deel het geweldig doet. Maar we redeneren het niet weg. Nee, we redeneren het weg. Maar het probleem is, als je willens en wetens in een bedrijf niet opgeeft wat je neveninkomsten zijn, dus gewoon het niet opgeeft, maar het stiekem doet, is dat buitengewoon moeilijk te controleren voor een raad van bestuur of iets dergelijks. Het is gewoon... Ja, hoe controleer het is gewoon fraude wat je vaker pleegt. Dan je dan één rotte appel, maar hoe controleer maar Paul, je het, Tim? Ik zeg iets anders. Kijk, dat het gebeurt, helemaal fout. Is iedereen het over eens. We hoeven niet over na te denken. Maar dat is eigenlijk secundair. Waar het over gaat, is dat al die mensen eromheen hun mond houden en het niet zeggen. En dan komt er ineens een co-assistent of een assistent die dan via LinkedIn zijn mond voorbij praat. Maar het gaat, als je die cultuur niet verandert van zwijgen, komt dit elke keer weer voor. Die appels die zullen elke keer weer hier en daar liggen te rotten. Oké. Hoe veranderen we die zwijgcultuur, Febe? Nou, ik hoop... hier te laten weten. Er is als jonge dokter de cultuur verandert en het gaat echt stukken beter. Ik kan niet meepraten over hoe het was, maar waar in het ziekenhuis waar ik werk in Den Haag en ook in Amsterdam, daar geven we feedback op onze supervisoren, ondanks die onafhankelijke positie, omdat we in opleiding zijn tot en dat we eigenlijk onze bazen feedback geven. Dat gebeurt anoniem en dat gaat in 360 graden, zoals dat heet. We hebben allemaal mooie systemen voor bedacht en dat is heel normaal. En we leren zo al heel vroeg in de opleiding hoe je elkaar aanspreekt en feedback geeft. En dat het gewoon een normaalste zaak van de dag is. Dus dat gaat veel en veel beter. En over dat rotte appels. Inderdaad, er zijn een paar extreme voorbeelden. Die zullen er altijd zijn. Maar dat heb je bijvoorbeeld in de politiek ook. Dan is één politicus corrupt en dan is iedereen toch ook niet corrupt. Zo moeten we daar niet naar kijken. Dus het wordt beter. Het wordt beter en er is hoop, zeg jij. Heel goed. Dank je wel. Ik ga inderdaad weer even naar Peter. Ik denk dat het nog wel ietsjes complexer ligt. Het ideaalbeeld is natuurlijk dat de medisch specialisten zichzelf daarin corrigeren en dat dat niet voorkomt. Maar het is wel een complex waarin die medisch specialisten functioneren. En daar is ook een hele belangrijke rol voor het management en de raad van bestuur. En zoals dat in Zwolle gegaan is, denk ik dat de raad van bestuur daar eerder op had kunnen acteren. Mm-hmm. Als ik kijk naar een ander ziekenhuis, ik zal het niet precies noemen waar ik gewerkt heb, waar een dergelijke situatie... iedereen wist wel, of veel mensen wisten dat een dergelijke situatie aan de gang was. En daar is tijdig door de Raad van Bestuur op geacteerd en het gesprek geopend en ook in goede banen geleid. Dus daar zit wel ook een rol voor anderen in het ziekenhuis, maar inderdaad, idealiter doen de medisch specialisten. En wat Jim zegt over het transparantieregister heeft hij natuurlijk volslagen gelijk in. Dat is echt een wassen neus. Dat transparantieregister wat opgericht is, hè, voor de betaling van farmacie of de medische industrie aan dokters, heeft geen enkele wettelijke basis. Dus er zit geen consequentie aan vast. Maar je moet dan ook zoeken op Kamer van Koophandelnummer of een big nummer. En als je helemaal niet weet welk bedrijf het überhaupt doet, kom je dus nooit erachter wat er wordt gegeven. Dat gaat lekker. Ja, ik wil toch even aan Danka nog verder. Want we hebben het over die maatschapconstructie onder andere. Hè, die niet meer een maatschapconstructie heet. Maar ik noem hem even zo, omdat hij zo in het boek staat. Draagt hij niet bij aan een verkeerd soort zelfregulatie? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, ik denk wat Febe net ook zegt, de jonge generatie gaat het absoluut anders doen. Het probleem is nog dat de jonge generatie nu nog vaak in een afhankelijke positie zit. Dus bijvoorbeeld die sitsen, maar ook chefs, ook fellows, die gaan echt niet heel erg kritisch zijn. In het Isala zat ook een fellow, die zit inmiddels in België. Niet zonder reden. Die heeft op een gegeven moment wel zijn mond open gepraat. Dus dat is ook echt een heel groot probleem. En je gaat op een gegeven moment dat echt die mensen, denk ik, die bepaalde generatie op een gegeven moment weg is. En dan krijg je, denk ik, echt een hele andere cultuur. Daar hoop ik echt op. Ja. Maar nu kan ik vanuit mijn positie veel makkelijker kritisch zijn dan dat mensen van mijn generatie die wel in een afhankelijke positie zitten. Ja, ja. Ja. Reker zegt zelfs, we moeten van die maatschappen af. Want nu vloeit al het geld naar zelfstandige BV'tjes zoals chirurgen en orthopeden. Ja, maar daar moet ik wat op zeggen. Ja, daar moet jij wat op zeggen, maar dank er ook. Ja. Wie mag eerst? Mag ik beginnen? Nee, jij. Oh, jammer. Jammer. Nee, maar Paul, wij zijn het helemaal met elkaar eens. Wij zijn het voor een deel met elkaar. Nee, voor een deel. Oh. Want ik denk, als je zegt van we moeten de medespecialisten in loondienst doen, dan is de perverse prikkel weg. Dat is niet zo. Als voorbeeld, in een ziekenhuis net onder Amsterdam werken de KNO-artsen in een loondienstconstructie. Daar hebben ze, ik noem maar even een getal, mogen ze 100 keer een tonsillectomie doen, amandelen verwijderen. Maar heel vaak van die verwijzingen van de huisartsen is eigenlijk gewoon onzin. Die mensen moeten helemaal niet geopereerd worden. Dus die KNO-artsen gaan het goede gesprek aan, zoals we dat graag zien. Passende zorg leveren en zeggen, die komen uiteindelijk tot de conclusie, die operatie is helemaal niet nodig. Dus halverwege het jaar blijkt niet dat ze op 50 tonsillectomieën zitten, maar slechts op 20, noem maar wat. Dan komt de raad van bestuur, die zegt, jongens, jullie moeten meer gaan opereren, anders halen we ons plafond niet. Dus je hebt de perverse prikkel dan nog steeds, alleen niet direct vanuit de beroepsgroep komende, maar vanuit de laag daarboven. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat wij een systeem hebben in de zorg waarbij iedere zorginstelling zijn eigen broek op moet houden. Ja. En dat is denk ik het onderliggende probleem. De marktwerking. Ja, de zorgverzekeraars kopen in op P maal Q. En we hebben eigenlijk dus dan op productie. Ja. En we hebben eigenlijk afgesproken met z'n allen dat we dat niet meer zouden doen, of in ieder geval minder. En dat we met aanneemsommen zouden gaan werken. Waar productie veel minder een belangrijke rol speelt. Mm-hmm. Wat zie je nou bij onze collega's in de loondienst, en daar kunnen zij dus echt helemaal niks aan doen, is dat het ziekenhuis maakt met de zorgverzekeraars een afspraak over productie. Mm-hmm. Voor 400 miljoen euro mag jij produceren. Dan zeggen ze tegen die collega's in loondienst, als jullie dat halen, want wij willen dat jullie dat halen, want de verbouwing is op die 400 miljoen en de nieuwe operatiekamer, dan krijgen jullie tot 20% jaarsalaris erbij. Dus je gaat niet van een AMS-model, dat is zeg maar de CAO voor in loondienst, mm-hmm. hebben ze een AMS-plus-model bedacht. Dus je wordt opgeplust met een bonus als jij die productie haalt. Ja, ja, dus dan heeft Jim die heeft het over, we moeten met z'n allen in loondienst en dan is het fantastisch en dan gaat het beter en dan gaat de perverse productieprikkel weg. Nee, zolang de zorgverzekeraar P maal Q inkoopt bij de ziekenhuizen, blijft die perverse productieprikkel. Hoe dan ook. Dus dat hoe dan ook. Ligt niet aan, heeft niks met vrij gevestigd of met loondienst te maken. Nee. Absoluut niet. Oké. Even zoeken. Ja, even nog algemener. Hebben we artsen te lang laten geloven, Danka, dat ze onschendbaar en onaantastbaar zijn? Hebben ze te weinig tegengas gegeven? Nou, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Wat denk ik belangrijk is, is wij werken, wat Paul ook zegt, we werken in een bepaald systeem. Waarbij je toch een beetje moet voegen naar de manier waarop de zorg is georganiseerd, maar ook wordt gefinancierd. Als je nou kijkt naar het Bernhoven ziekenhuis, waar ze fantastische resultaten hadden door juist, toen heette het nog zinnige zorg, te leveren. Daar zag je dat de hoeveelheid productie afnam, maar de kosten bleven natuurlijk net zo hoog. Dus toen kwam het ziekenhuis in financiële problemen. Als je nou kijkt, oké, moeten we dan de marktwerking helemaal uit de zorg halen? Dat zeg ik ook niet. Ik heb afgelopen jaar een podcast opgenomen waarbij ik 27 dokters uit 24 landen heb gesproken. Ook uit Canada, uit Noorwegen, uit Denemarken, uit Zweden. Dus eigenlijk allemaal landen waar je een overheidsgestuurd zorgsysteem hebt. Ja. Waar dus geen marktwerking is. Waar de zorgverzekeraar echt alleen maar schadeverzekeraar is. Daar gaat het niet beter dan bij ons. Daar zijn de kosten niet lager. Daar wordt er niet efficiënter gewerkt. Nog sterker, daar zijn de problemen echt nog groter. Als je in Canada kijkt, is de zorgcrisis waanzinnig hoog. Daar moet je 3 jaar wachten op een orthopeed, 2 jaar wachten op een KNO-arts.
Dus en de specialisten verdienen twee keer zoveel. Ja. Dus ik denk dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met roepen. Het bekostigingssysteem moet worden aangepast, want er zitten prikkels in. Absoluut. Maar moeten we dan helemaal naar een overheidsgestuurd systeem? Nee, denk ik helemaal niet. Dat is helemaal geen garantie voor de oplossing. Maar nu, het is heel verleidelijk om te zeggen van we zijn in Nederland al supergoed bezig vergeleken bij alle andere landen op de hele wereld. Dus we hoeven niks te veranderen, maar er moet wel iets gebeuren. Ja, maar dat is dus dat je eigenlijk bij de basis, en daar heeft Jim wel gelijk in, is dat de hele bekostiging van ons zorgstelsel, dat klopt voor een groot deel niet. Als wij nu bijvoorbeeld, want exemplarisch is dat we na de coronatijd, toen wouden we een beetje naar die aanneemsommen. En de zorgverzekeraars misschien ook wel een beetje, niet allemaal. En notabene de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, die heeft toen verzocht om bij de zorgverzekeraars toch een beetje op PMAQ in te blijven kopen. Omdat ze bang waren dat anders de wachtlijsten te lang werden. En wie kreeg dan weer de schuld? De medisch specialisten dat ze produceerden. Dus het is een soort cirkel en die komt altijd uit bij de medisch specialist. Nooit bij de zorgverzekeraar, nooit bij de Nederlandse Zorgautoriteit, maar altijd bij de medisch specialist. Daar ben jij een beetje klaar mee. Nou, dat is zacht uitgedrukt, ja. Ja, ja, maar merk je dat dan? Nee, dus we moeten kijken naar het hele, naar alle stakeholders en naar de hele bekostiging. En dan zeg jij naar aanneemsommen bijvoorbeeld om mee te beginnen. Ja. En je mag wel een kleine productie erin hebben, want dat hebben we nodig. Maar het moet niet de overhand hebben. Nou, ik denk wat Rekers ook wel aangeeft in zijn, en Jim ook aangeeft in zijn boek, dat het ook logisch zou zijn als je bepaalde stukken van de gezondheidszorg misschien uit de marktwerking haalt. Dat staat ook in het boek genoemd. Bijvoorbeeld huisartsenzorg slaat echt nergens op. Er is geen concurrentie. Je mag al blij zijn dat je een huisarts hebt tegenwoordig. Kankerzorg ook. Je wil gewoon de beste specialist. Je wil gewoon naar het beste ziekenhuis. Daar ga je niet concurreren. Dat is helemaal niet, volgens mij helemaal niet bevorderlijk. Spoedzorg, idem dito. Maar als je kijkt naar planbare zorg, dus heupoperaties, staaroperaties, dan hebben die zorgverzekeraars echt nog wel een functie. Dan is het echt niet zo dat je die helemaal uit het systeem moet halen. Dan zie je wel dat wij dat heel efficiënt en heel doelmatig en heel goedkoop doen, vergeleken met andere landen. Dus bezint voordat je alles op de schop gaat gooien, denk ik, is dat gewoon heel belangrijk. Ja, waar we naartoe moeten is minder volume. Ja, als jij nou de minister was, wat zou je dan veranderen? Kijk, we willen met elkaar naar minder volume, of in ieder geval minder volume groei. En dan zal je daar volume van zorg. Van zorg. Van zorg die gebruikt wordt. En dan zal je daar de bekostigingsstructuur op aan moeten passen. En op dit moment is dat nog niet het geval. Dus dat is helemaal mee eens. In dat IRR-rapport over keuzes die gemaakt moeten worden. Maar wat bedoel je? We zouden de bekostigingsstructuur niet zo vaag. Dat je in de breedte door ook behandelingen niet te doen, dat toch gefinancierd wordt. Op de een of andere manier. En dan ga je richting soort van populatiebekostiging, dat soort. Maar daar zitten allerlei variaties in. Maar dat is wat anders dan nu inderdaad op het aantal DWC's. Of Maar wat je dan wel mist, en wat ik wel een beetje jammer vind in dat hele boek en ook in de hele discussie, is dat de private equity volledig buiten beeld blijft. Ik vind dat onbegrijpelijk. Wat niet in het boek genoemd wordt. Nou, maar überhaupt niet in de discussie. Nee. Dat een Bergman, ik zal geen naam noemen, Bergman Kliniek, via Sana, al die grote spelers die hoog volume, laag complexe zorg doen. Ja. Die miljarden gaat daarin om. En weet je waar dat geld heen gaat? Naar private equity. Bergman is overgenomen door een Duits Pools investeringsmaatschappij. Niet omdat die medelijden hadden met onze zorg. Dat die dacht, god, die Nederlanders hebben zo slechte zorg. Nee, dat wordt overgenomen omdat ze geld willen verdienen. En al dat geld vloeit weg naar aandeelhouders met winstuitkeringen. Zeg je, ja, maar winstuitkering mag helemaal niet in de zorg. Nee, dat klopt. Maar onderaannemers, die mogen wel degelijk een winstuitkering doen. Dus dat vloeit gewoon allemaal weg. Honderden miljoenen euro's. En wat zou jij daar in plaats van willen veranderen? Je moet per direct een verbod op inmenging van private equity in privéklinieken. En je moet een verbod op winstuitkering veel verder aanscherpen. Je mag geen winstuitkering doen in de zorg. Wat is nou voor onzin? Ja, dank u. Patrick Jurissen is een gezondheidseconoom. Die heeft wel eens gezegd dat van iedere euro die naar de zorg gaat, komt 50 cent niet daar terecht. Die blijft daarvoor hangen. En dan hebben we het inderdaad over private equity. Maar we hebben het ook over de investeerders van zorg vastgoed. We hebben het over consultants. We hebben het over recruiters en intermediairs. Er zijn zoveel partijen die de schoorsteen laten roken van onze zorggelden. Die zitten niet eens in de zorg. Die hebben nog nooit een patiënt aangeraakt. En ik denk dat daar gaat die hele discussie niet over. Nee. Maar ik vind dat niet principieel verkeerd. Zolang er maar voor een lage prijs goede kwaliteit van zorg geleverd wordt. En
als zolang die zorg ook zinnig is, ja, maar dat ook nodig niet. Is. Want Bergman maar daar is... zitten inderdaad nee, maar wel niet. Wat... Bergman is zo machtig geworden dat hij met zorgzekerheid... een heel artikel vorige week of twee geleden in het Financieel Dagblad over verschenen... dat eigenlijk zo'n grote partij... Ja. De dus, prijs gaat betalen, bepalen van een heupoperatie. Ja, dus die randvoorwaarden die ik noem... Laag? Nee, nee, die is nee, zeker niet laag. Dat... Nee, ze moeten die aandeelhouders betalen. Maar dat zou je verwachten bij markten. Ja, maar zo werkt het niet in het zorgwereldleven. Hmm. Ja, dus die randvoorwaarden zijn nog niet ingevuld. Maar als je die wel zou kunnen invullen, dan ben ik er niet principieel tegen. Ik ben ook niet principieel tegen, maar wel dat het geld dan naar het buitenland vloeit. Als dat blijft binnen de Nederlandse zorg... Daar een rol in moeten spelen? Om ja. Een grens aan te stellen of zo? Of wetten en regels? Ja, er zal wettelijke wetgeving over moeten komen. Dat kan maar ben jij er dan ook op tegen dat wegenbouwers winst maken? Want dat is ook publiek geld. Ja, maar... Okay. Ja, dat is een goeie. Daar zijn we nog niet uit. Moet ik even over nadenken. Ik ben heel benieuwd naar hoe Jim over deze discussie... die eigenlijk voornamelijk over de medische omerta... maar ondertussen over heel veel andere onderwerpen is gegaan. Wat haal jij uit deze paneldiscussie? Peter, ter afsluiting? Vind jij het erg als wegenbouwers geld verdienen, zei je toch? Ik het is heel principieel. Ik vind dat je de zorg prima mag verdienen. Maar je mag niet verdienen aan de zorg. Ik bedoel, een andermans die komt bij jou met een zorgvraag... Ik vind het in principe onjuist onethisch om daaraan te verdienen. Dus dat is een gedachte die ik heb. Maar even over die financiering. Hè. We zijn het allemaal over eens dus dat die productie... en die afspraken die we maken met de zorgverzekeraars... en die productie moeten halen, dat het niet goed is. Ik denk toch dat het niet goed is. En alle dokters in loon is maar een stapje, hoor. Er zijn nog veel meer dingen die hier een rol spelen. Moet je je voorstellen, gewoon een gedachte-experiment... dat we de zorg gaan financieren op een andere manier... op basis van kwaliteit en inhoud. Dus gewoon alleen financieren wat toegevoegde waarde voor de patiënt heeft... en alleen wat kwalitatief voldoet aan de richtlijnen van de beroepsvereniging. Als we alleen dat zouden doen. En je zou tegen het ziekenhuis zeggen... u krijgt 400 miljoen en u houdt, als u het eind van het jaar 30 miljoen overhoudt... dan mag u daar uw personeel wat beter van betalen. En dan mag u, daar koopt u er geen operatierobots voor, want dat is onzin. Maar doet u er maar gewoon goede dingen mee. En dan mag u het ziekenhuis en dan mag u zorgen dat uw personeel tevreden... u mag na een bijscholing ervan betalen. Moet je eens kijken hoeveel ziekenhuizen elk jaar die 30 miljoen overhielden. Allemaal. Omdat ze dan gewoon een incentive hadden om er zelf iets mee te doen. Ja. Op dit moment is het eigenlijk hun geld niet. Het is gewoon het geld van iemand anders. En dat is, je moet ze zelf de budgetverantwoordelijkheid geven. En ook ze winst laten maken dat ze ook kunnen gebruiken binnen de zorg. Ja, dat is het shared savings model. Ja. Het shared savings model? Shared savings model. En dan zou je dan in de populatie, want dat zei je net ook... populatiegerichte financiering is dan eigenlijk een oplossing. Want dan doe je inderdaad, dan kijk je niet meer naar de individuele patiënt. Nou. En dan hou maar geld over. Doe er goede dingen mee. Dan gaat de zorgkosten niet omhoog. En waarschijnlijk wordt de kwaliteit veel beter. Nou, het klinkt alsof we het opgelost hebben. Ja, hebben we ook. Tadaa. Nee, laten we de discussie echt even opengooien. Want jullie hebben lang genoeg geluisterd. Vooral jullie daar achter in de zaal. Fijn. Laten we vragen gaan stellen. Of over die medische omerta waar we het over hebben gehad. Of over die perverse prikkels. Of misschien zijn er nog onderwerpen die zijn blijven liggen. Waar we het nog niet over hebben gehad. Die belangrijk zijn. Of wil je het liever even bespreken met je buurman eerst? Even een adempauze. Sorry? Ja, precies. Ja, en ik heb zo'n kleine microfoon en ik heb die andere van jou niet. Misschien is dat handig, hè, voor mensen middenin. Ik vind microfoons afgeven altijd... Les 1 van de moderator geeft nooit je microfoon af. Nu doe ik het. Dan zal ik het kort houden. Medestudent. Ik ben eigenlijk naar deze avond gekomen omdat ik al mijn helden van LinkedIn wil zien. Dus vandaar. Maar ook daar eigenlijk aansluit mijn vraag. Wat vinden jullie van LinkedIn als een manier om je mening over de zorg te delen? Mm. En naar wie vraag je dat specifiek? Wie moet er reageren? Ik was er bang voor. Hij mag eerst. Ja. Ik denk dat het wel een goed podium is om onder de aandacht te brengen wat er leeft.
je moet er wel een beetje mee oppassen, maar dat is hetzelfde met WhatsApp en dergelijke. Met wat je schrijft. En daar heb ik ook wel eens last van. Dat toch, als ik wat hoog in de emotie zit, ook naar Jim toe, dat ik dan hem toch uitmaak voor allemaal dingen die ik dan eigenlijk niet meen. Maar dat hebben we al. Ja, dat is helemaal goed met Jim. Maar daar moet je wel erg mee oppassen. Dus het is denk ik wel een platform dat je je gedachten kan laten gaan. Want ja, ik lees het regelmatig, zoals je weet. En er komen ook best wel dingen tegen die ik niet wist. Of die publicatie had ik niet gezien. Of een column van Danka in de Volkskrant. Dus dat wel, maar je moet wel een beetje, en daar heeft Jim natuurlijk ook wel een beetje gelijk in, je moet elkaar niet voor rotte vis uitmaken van afstand. Want dat is natuurlijk wel het allermakkelijkste wat er is, om achter je computer en dan op send te drukken en vervolgens weer verder te gaan. Maar ik denk dat het wel, kijk, er zijn weinig andere sociale platformen om dit soort, hè, je gaat niet op tenminste, hoe heet dat allemaal? Ik ken dat ook allemaal niet, maar dat Twitter heette vroeger. Twitter, en dat doe ik allemaal niet. En al die andere dingen doe ik allemaal niet. Nog korter, ja. 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 Nou, het is in ieder geval beter dan Twitter, of X heet het tegenwoordig. Daar kreeg ik op een gegeven moment een dickpic gestuurd. Met de vraag of het daar een schimmeltje te zien was. Dat was voor mij wel exit Twitter op dat moment. Dus ik hou het alleen bij LinkedIn. En ik vind het over het algemeen dat er wel, wel inhoudelijke discussies gevoerd worden. En daarnaast ook geen, tenminste het lijkt in ieder geval geen nep-accounts. Want dat is op andere media natuurlijk vaak een probleem. Dus je ziet eigenlijk wel wie erachter zit en wat de achtergrond. Je kunt even klikken en dan weet je wat de achtergrond is. Ja. Dat is fijn. Ja. En daarna kom ik bij u. Ik heb een carrière van meer dan 40 jaar in de anesthesie achter de rug. En ik denk dat ik samen met de heer Van Bokstel misschien nog wel lang in de gezondheidszorg heb kunnen kijken. Over LinkedIn gesproken. Ik was verrast en soms een beetje verbijsterd door de toon waarover over deze materie gediscussieerd werd. Ik vond het bijzonder dat artsen onderling bepaalde kwalificaties elkaar toedienden, dat ik dacht, moet dat zo? Heb je nou niet even kunnen nadenken of die post even een paar uurtjes heb ik kunnen laten liggen en dan pas dat die knop drukken? Er waren emoties. Ja, ik heb de gewoonte als ik Ik vind dat uw toon veranderd zou worden. U doet eigenlijk een oproep, geen vraag. Als ik wat brisante informatie wil delen, dan zeg ik tegen mijn partner, kijk er eens even naar. Mm. En dan zegt hij, dat is een tip, zegt u eigenlijk. Dan zegt hij, laat het even tot de volgende morgen rusten en post het dan. Ja, ik ben het met je eens, maar Jim die kan er overigens wel, volgens mij wel tegen. Kijk, als je mensen, de medische omerta. Nee, maar de medische omerta, dat is een vergelijking met de maffia. Daar kan je heel lang of kort over praten, maar dat komt gewoon uit de maffia. Dat is gewoon horen, zien en zwijgen. Als hij vervolgens ook nog zegt dat alle medische specialisten een soort secte vormen, een soort commune vormen, en dat chirurgen vooral produceren om de alimentatie van al hun ex-vrouwen te betalen. Ja. Dan krijg je reacties en ook wat ongenuanceerde reacties. En nee, maar ik heb de podcast geluisterd erover. Over de medische omerta. Wellicht hebben wij een voorbeeldfunctie. En LinkedIn wordt niet alleen door artsen gelezen, maar ook door andere mensen. En als we op deze manier met elkaar discussiëren, vraag me af hoe onze beeldvorming is. Generaal Berlijn, wel bekend bij u misschien, die heeft een mooi gezegde. Hoe je over andere mensen spreekt, is je visitekaartje. Ja. En mooi. Het doet mij ook allemaal een beetje denken aan de discussie in de tijd. Ik loop al een tijdje mee. In 1972 over het professor Smalhout. Mm. Ik wil Jim bepaald niet vergelijken met professor Smalhout. Maar de emoties en de felheid van reactie en de bagger die mensen over elkaar uitstorten was vergelijkbaar met misschien nu. Oké. Zijn er nog mensen met inhoudelijke vragen over die medische omerta of over perverse prikkels? Ja, ik was wel benieuwd. Paul heeft heel even uitgeweid over het, laten we zeggen, als wij allemaal de kant van Jim opgaan en dokters en medische specialisten gaan allemaal in loondienst, dat ook bepaalde nadelen met zich mee heeft. En ik wou jou uitnodigen om nog iets over de autonomie te zeggen van de medisch zorgprofessional die niet in loondienst is. Ja, daar wil ik zeker wat over zeggen. Ik zal met een voorbeeld noemen. Jim die zegt in zijn boek,
wat wij doen is, dan gooien wij het op professionele autonomie... en dan is meteen de deur ook dicht en is de discussie voorbij. Ik denk wel zeker dat, of mijn mening is, dat als je vrij gevestigd bent... maar ook wel in loonisch, maar vrij gevestigd denk ik iets meer... dat je toch wat meer autonomie hebt. En ik zal je een voorbeeld noemen. Wij hebben de afgelopen 4 jaar zijn we uitgebreid met 5 nieuwe maten. Ondanks 0% groei in hoofdlijnenakkoord zijn wij gewoon uit gaan breiden. Dat betaal ik, of krijg ik minder salaris... Dat vind ik niet zo erg. Daardoor heb ik dat ik 4 dagen per week in de kliniek werk. 1 dag gewoon thuis een dag heb. Wij kunnen met een sabbatical 1 keer in de 5 jaar. Mijn leven wordt iets beter. Ik leef wat langer, hè, want chirurgen leven gemiddeld 7 jaar korter. Dat kan je gewoon zien, want een verplicht pensioenfonds... dan zien we niet al die chirurgen omvallen. Dat is gemiddeld 76. Dus dan heb ik nog wat meer aan mijn leven. Dat gebeurt in loondienst en dat is echt wel zo, is dat veel en veel lastiger. Als jij wil uitbreiden in loondienst... en ik heb de mails en de brieven thuis liggen van specialisten in loondienst... die mij dus via LinkedIn vinden en dan een beklag bij mij gaan doen... waarom weet ik niet, maar dat doen ze. En dan, want er zitten de managers tussen. Een gemiddeld specialist kost gewoon 2,5 ton voor het ziekenhuis... inclusief alle kosten zeg maar, aan pensioen, arbeidsongeschiktheid, et cetera. En dan zegt de manager heel doodleuk van... ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat gaan we niet doen. Dus je autonomie is wel degelijk groter, in mijn optiek... als je vrij gevestigd bent dan dat je in loondienst bent. Heb ik wat tegen loondienst? Nee. Ik denk dat die twee systemen... prima naast elkaar kunnen bestaan. Ik denk dat mijn collega's in loondienst allemaal even hard werken. Dat is helemaal niet dat die minder hard werken. Alleen de een die voelt zich meer senang bij een loondienststructuur... en doet daar zijn ding. En de ander vindt vrij gevestigd een even iets... heel kort, ben je het daarmee eens? Nou, mijn stellige indruk is, na veel ziekenhuizen gezien te hebben... dat de medisch specialisten in loondienst... medisch specialisten in een MSB, of een vrije vestiging in ieder geval... dat die met elkaar hun praktijk wel heel erg efficiënt inrichten... en per persoon een hoge productie draaien. En ik denk wel dat het zo is dat als de medisch specialisten in loondiensten gaan... dat je meer mensen aan moet nemen om dezelfde productie te draaien. Ja. Neemt niet weg dat ik vind dat specialisten in loondienst... en ben ik zelf ook geweest, even toegewijd en absoluut goed hun werk doen. Dus daar zie je geen verschil, maar in de efficiëntie van de bedrijfsvoering... zou het wel wat uit kunnen maken. En de werkuren, werkweken, zijn in het algemeen langer... bij de vrijgevestigde medisch specialisten. Oké, we gaan door naar de volgende vraag... Ja, ik zou graag een vraag willen stellen aan de heer Van Bokstel. Oh, wat ja, interessant. U er toch bent. want iedereen maakt zich natuurlijk heel erg druk om de hoge zorgkosten die er zijn. En iedereen denkt erover na van hoe kunnen we die beteugelen. Mm. Maar is het ook niet een logische vraag om te stellen of wij niet met z'n allen boven onze stand leven? En of dit überhaupt vol te houden is. Dus dat zou ik u graag willen vragen, hoe u daarover denkt. Of we boven onze stand leven, hoe bedoelt u dat? Of we... Nou, dat wij een verwachting hebben van de zorg... dat als wij een zorgvraag hebben, dat die ook beantwoord wordt. Is dat überhaupt vol te houden? Dat vraagt u aan meneer Van Bokstel, omdat hij bij een verzekeraar... Toen ik ooit uit de zorg wegging, heb ik een lezing mogen geven... aan de universiteit in Twente, en die had als titel... is er leven voor de dood? Omdat de verwachting in Nederland echt geboren is in de zorg... en breder in de westerse wereld, dat de zorg almachtig is. En je van alles kan redden. En dat is door corona, denk ik, wel echt een beetje veranderd. Maar daarvoor was er een soort ongebreideld geloof in de medische stand... laat ons oneindig leven. En de dood was weg uit het publieke debat. Er was een taboe over gekomen. Dat is ook weer een beetje veranderd toen de euthanasie in te praten. Maar ook met verpleging. Ook met patiëntenorganisaties. Want het is echt, als ik er gewoon macro naar kijk... is het natuurlijk absurd dat wij... Ik ben in 2015 uit de zorg gegaan. Toen waren de zorgkosten, zeg ik uit mijn hoofd, 90 miljard. Inmiddels is het 120 miljard. En dat gaat echt harder dan de gewone inflatie. Hè? Dus de kosten lopen per jaar gigantisch op. Nog steeds, ieder jaar. En het is ondenkbaar dat 1 op 4 in de zorg gaat werken. We willen ook onderwijzers, we willen ook treinbestuurders. En wat is dan een belangrijke oorzaak? Niet alleen de vergrijzing, maar ook... Vergrijzing, maar ook het enorme rem op
echte radicale doorbraken. Ik bedoel, wij zijn het enige land wat er 20 jaar over gedaan heeft of we wel mochten digitaliseren in de zorg. Alle landen om ons heen hebben fantastische digitale systemen. Nee, maar laten we even zeggen, alle Baltische staten, ook in het Verenigd Koninkrijk met al hun bureaucratie, daar werkt dat echt wel veel efficiënter. En onder de mond privacy, ik zat bij een partij die erg over privacy was, maar ik vond dat ze totaal doorsloegen. Maar het is, het is een interessant punt wat deze vrouw hier aanstipt. Want het is wetenschappelijk aangetoond dat welvaart op zichzelf de zorgvraag verhoogt. Nog even los van demografie, et cetera. Dus welvaart op zichzelf doet de zorgvraag toenemen. Nou, daar hebben we mee te maken. Maar tegelijkertijd weten we ook dat gezondheid maar voor iets van 10-12% bepaald wordt door gezondheidszorg. Dus het heeft veel meer zin om geld te stoppen in gedragsverandering, leefstijlverandering. Ja, maar dat doet jouw overheid, et cetera. Dan in gezondheidszorg. Dus dat is een heel interessante ontwikkeling die we de afgelopen jaren en de komende jaren maar meemaken. Maar dat is natuurlijk het grote probleem. Den Haag die wil helemaal geen geld steken in preventie. Sterker nog, het preventieakkoord? Nee, maar sterker nog, ze hebben volgens mij net 300-400 miljoen euro weer wegbezuinigd uit dat preventie wat we zouden doen. Omdat er ergens anders een gat was in de begroting. Ja, zo komen er nooit. Jim. Er is nog een aardig ding. Ik weet niet hoeveel van mensen Marcel Levy op Nieuwsuur hebben gezien. Die zei iets heel grappigs. Die zei, we geven ongeveer 14% van ons bruto nationaal product op dit moment uit aan zorg. Toen zei hij, ach, dat mag best wel 18% worden als we dat met z'n allen erover hebben. Dus er wordt heel verschillend over dit onderwerp gedacht van wat het mag kosten. Ik bedoel, ja. Ja, ik denk, mag ik erop reageren? Ja. Ik heb wel eens een keer ook geschreven van, ik ben zorgverlener, maar ik ben ook verwachtingsmanager en ik ben eigenlijk een soort van de vlees geworden zorgcrisis. Als ik bij mensen thuis kom, hè, bijvoorbeeld bij een ouderen, en dan krijg je op zaterdag, ik weet niet of je huisarts zijn, maar je herkent het geheid, dat je op zaterdag een visite moet rijden, want het gaat niet meer thuis bij een ouderen. En dan verwachten die familieleden allemaal dat jij gewoon een plek in een verpleeghuis regelt. Terwijl de wachtlijsten gigantisch zijn. En dan moet jij die mensen teleurstellen en uitleggen, joh, je zult echt voor opa en oma zelf moeten gaan zorgen voor de aankomende maanden. Want een spoedplek, daar moet je al 6 maanden op wachten. Dus vaak is het besef bij de bevolking, hè, wij praten hier met z'n allen over, maar de gewone bevolking weet helemaal niet wat de problemen zijn. Pas wanneer ze daarmee in aanraking komen, dan pas komt dat besef. En dat is denk ik ook een probleem. Dus daar moet dat veel meer naar buiten komen. Ja. Zijn er nog, want we begonnen de avond als met de titel Zorgrevolutie. Ik wil de laatste paar minuten even besteden aan hoe gaan we verder? Zullen we even naar de toekomst kijken? Wat doen we na vanavond? Ik wil één vraag aan Veen stellen. Nou, heel kort dan. Kijk, omdat hier zitten vooral dokters bij elkaar. Ja. En ik hoor van jou een mooi voorbeeld over jullie eigen richtlijnen, dat die steeds scherper worden. Mijn ervaring tot een paar jaar terug was dat die richtlijnen altijd een opening hadden voor ook het andere. En daar zit wel echt een vraag die ik ook naar dokters terug wil stellen. Kijk, die zwijgcultuur, als je hem zo wil noemen, die moet echt gaan ook over stop je echt onzinnige behandelingen. En als een richtlijn toch een opening laat, zal een professioneel opgeleid iemand altijd kunnen bedingen dat hij of zij dat de beste methode vindt. En dat is, vind ik, echt wel een onderwerp waar heel veel uit nog te halen valt. Mee eens? Ik heb de microfoon. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar is dat, dat is juist denk ik wel ook wat we moeten koesteren. Dat je met goede argumenten voor specifiek de patiënt die je voor je hebt de passende behandeling kan kiezen. En als dat moet afwijken van de richtlijn, dan moet je dat heel goed kunnen onderbouwen. En gelukkig zijn we allemaal in een cultuur waarin we heel goed samen beslissingen maken, samen met patiënt en familie en in het team. En dat doen we niet alleen in de oncologie, dat doen we ook in de hele brede interne geneeskunde. Ik denk echt als we casuïstiek gaan opsommen vanuit de device-wereld, dan had het boek een andere titel moeten hebben over de device-wereld. We hebben het nu over het hele systeem. En het hele systeem, daar hoort dit stuk ook bij en dat werkt heel erg goed. Ja. Ja, en ik denk ook dat we moeten ook wel ons realiseren dat de goede dingen die we hebben. Ja, als ik tegen een Zweed of een Deen zeg dat als jij om 2 uur 's nachts een dokter nodig hebt, dat er dan een huisarts komt met een prachtige Volvo met achterin allemaal pillen en zelfs een zuurstoftank. En het kost je niks.
Dan kijken ze echt aan alsof je drie hoofden hebt. Dat is nergens in de wereld is dat zo. En dat realiseren we ons niet. Dus ik denk dat we zijn misschien niet verwend. We zijn heel veel gewend. En heel veel dingen gaan gewoon echt ontzettend goed. En dat mogen we denk ik ook wel hardop zeggen. En zorgen dat we dat behouden. Want voordat we allerlei veranderingen gaan doorbrengen, moeten we dat wel, ja, denk ik, in ons achterhoofd houden. Ja, Sjoerd. Ja. Nou, ik wil nog even inbrengen. Ik wou dat iedere dokter was zoals Faber. Dan komt het allemaal goed, zou ik zeggen. volgens mij is iedereen het daar overigens over eens. Dat is wel nog een mega verandering om te ondergaan. Ik wil toch heel eventjes nog, als wij als medische professie niks doen, dan laten wij het over aan Den Haag om besluiten te nemen over wat we dan gaan stoppen in de zorg. Namelijk gewoon geen oncologiebehandeling meer aan het eind van het leven. Daar hebben we gewoon geen geld meer voor. Dus ik denk echt dat het beter gaat werken als we zelf een stap vooruit nemen, kritischer zijn op wat we doen. En dat vraagt dus in een systeem waarin stoppen met dingen of dingen niet doen een positieve prikkel voor iedereen is. Voor de patiënt, voor de dokter, voor de ziekenhuizen. En dat is nu niet het geval. Dus het systeem moet dat op die manier toch meer gericht zijn op het maken van keuzes. Ja. En dat hebben we nu. Sjoerd, maar zonder de zorgverzekeraars, de hulp daarvan, gaat dit niet gebeuren. Zolang de zorgverzekeraars zo blijven reageren zoals nu, gaat die omslag niet komen. En ik ben het helemaal met je eens. Het zou beloond moeten worden om op gezondheid in te zetten, op preventie in te zetten, op misschien het niet behandelen. He, precies wat ook. Laten we zegt. De volgende bijeenkomst die maar er moet wel voor betaald worden. Aan tafel laten. Ik wil nog één iemand het laatste woord geven. Jim, is deze avond een beetje op waar je op gehoopt had? En daarna gaan we aan de borrel, hoor. Ja, ik ben ontzettend onder de indruk van iedereen zijn inbreng. Ik vind het ook fantastisch, omdat het is Turk. Ik zit een beetje. Mijn vrouw zit naast me en die zit in de sieradenwereld. Ik zeg altijd: zonder wrijving geen glans. En dat is natuurlijk hier ook zo een beetje. Was er wel zo genoeg wrijving? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. En het heeft mij ook weer aan het denken gezet. Misschien heb ik een aantal dingen in het boek misschien iets te bout, iets te stellig. Dat past ook een beetje bij mijn karakter natuurlijk gezet. Dus maar aan de andere kant, ik vind het ook wel fijn dat mensen de nuance erin aanbrengen. En daarmee krijgt het toch ook wel weer voor mij een betere lading. Dus ja, ik ben heel erg blij met deze avond. Mooi. Nou, dan wil ik, dat vind ik een mooie afsluiting van deze avond. Ik wil ons panel heel hartelijk bedanken. En het vorige panel ook. Ja. En laten we inderdaad verder praten tijdens de borrel over dit supercomplexe onderwerp. Ik hoop dat het iedereen een stapje verder heeft gebracht. Heel hartelijk dank voor jullie komst en dank voor het kijken.